Hey. Hey, dag Kobe. Uh, middag, Avond. <laughs> ja. Hallo. Is dit uh, uw radiostem? Oei, dat weet ik niet. Je hebt, je hebt zo een, een techniek dat je zo één toon kunt zakken, en dan klinkt je iets warmer als in het echt. Ah, uh, oké. Okay. Dan is, is dit mijn radiostem, denk ik. Probeer het mij nu na te doen. Is dat beter, Kobe? Dat is uh, magnifiek. <laughs> Maar mijn stem is nogal hoog. Dus misschien moet ik daar inderdaad iets Allee, op proberen letten. Je gaat zien, je gaat zien dat dat super goed uh, klinkt uiteindelijk. Um, zit je comfortabel? Heb je alles wat je nodig hebt? In dit moment wel. Prachtig. <laughs> Diepzinnig, hè? <laughs> dat begint al. <laughs> um, Laurentine, goedemiddag. Ja, dag Kobe. Uh, je zegt mijn naam heel mooi eigenlijk. Wie zegt uw naam het moois? Dat weet ik niet. Maar um, mijn mama zegt altijd: Maakt niet uit als je haar naam maar volledig zegt. Want ze haat afkortingen. Maar uh, zelf vind ik zo. Ja, zeg mijn naam nog eens: Laurentien. Ja, maar nu let je er taart op. Maar jij zegt dat zo heel nonchalant, zo half Frans. En dat is mooi, vind ik. Laurentien. Ja, zo. Ja. Oké. Okay. Maar dat is ook een mooie naam. Want. Um... Ik, vind, uh, ik ben uh, een jaar geleden is mijn pedekindje geboren, eerst de uh, dochter van, uh, van mijn broer. Um, en ik vind een, een voornaam heel belangrijk. Ik vind uh, iemand. moet, allez, moet een, een, een voornaam is iets waarmee iemand, een persoon zich direct identificeert voor heel zijn of haar leven lang. Dus ik vind een mooie voornaam heel mooi en ze hebben haar Sorel, wel sorelle, geschreven op zijn Frans. Maar het wordt een Limburgse, dus iedereen gaat gewoon plat Sorel zeggen. Ja. Maar ik hoop dat het Sorelle wordt. Ja. Als ze oud genoeg is, ga ik zeggen, jij moet kiezen wat ik zeg. En dan zien we wel hoeveel schade dat er al gedaan is. Maar dus een mooie naam is, uh, ja. is leuk. Ja, ik vind hem zelf ook heel mooi. <laughs> ik zou echt niet anders willen heten, dat zou echt heel raar zijn. Dat is ook, Want uh, uw handle op uh, Instagram is ook uh, is dan ook uw voornaam. Vrij makkelijk en vrij, vrij uniek toch, cool, want ik ken ja. niet zoveel Laurentiens en toch, en ook handig, want als je er een, kennisprobleem van een lange achternaam. is gewoon ambetant om die er volledig bij te zetten. Ja, ja. Zeker ook als je in Vlaanderen zo dan maar dan komt je zo een vriend tegen in het buitenland of zo en dan zo een Engelstalige of zo probeert hij je, je naam uit te spreken en nee, denk je ja, ja. La, laat maar. Inderdaad. Um, waar gaan we beginnen? Geen idee. Ik heb niks voorbereid. <laughs> dus kom maar op. Um, kunt jij beginnen met jezelf voor te stellen? Goh, dat vind ik moeilijk nu. Um, maar oké, okay, ik doe een poging. Uh, want ik heb... Allee, tijdens Klaas of Fashion was dat zo altijd zo'n heel voorbereid, ingestudeerd uh, tekstje. Maar om het nu voor te stellen, vind ik iets moeilijker. Ik ben Laurentine van Landegem. Ik ben 27 jaar. Ik ben geboren in Sint-Niklaas. Opgegroeid in Temse, maar wel ook in Sint-Niklaas naar school gegaan. Um, ik, heb, ik, ben, ik heb communicatie gestudeerd, maar daar ben ik mee gestopt omdat ik met mijn eigen zaak wou beginnen. Uh, dat was klas of fashion. En ik heb in, ja, met een heel klein pop-up winkeltje begonnen, uh, eigenlijk ooit met een blog. En daaruit is heel veel verder voortgegroeid, waaronder uh, drie winkels, nog een pop-up, een webshop, een boek. Modeshows, closet sales, de laatste modeshow waren er twee, meer dan 2000 mensen, hebben we heel de Waagrazie afgehuurd. Um, heel veel mooie herinneringen. Um, en nu uiteindelijk een kledinglijn bij Zapp, dus ik heb mijn winkels dan na vijf jaar uh, gesloten, omdat ik uh, eigenlijk uh, voelde dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk, kort gezegd. <laughs> en um, dus nu heb ik een kledinglijn bij Zeb, die is te koop in hun 70 winkels. En nu ben ik al ongeveer een jaar en een half op zoek naar mezelf. <laughs> ja, dat is eigenlijk wel misschien wat het is. En naar kijken wie is Laurentien nog naast Clouds of Fashion. Um, naar geluk, naar. Um, ik heb heel lang. Uh, ik was altijd zo de het, het, next big thing nagestreefd. Uh, ik was mezelf eigenlijk aan het voorstellen. En nu ben ik echt al een heel verhaal aan het vertellen. <laughs> maar dus wacht even. Als ik mezelf moet voorstellen, um, dan wil ik ook graag zeggen dat ik een hondje heb, Lelou. <laughs> Want die is toch wel zeer belangrijk. En um, ik ben omringd door zeer veel lieve vrienden, vriendinnen, familie. Um, ja, ik denk dat dat zo wel wat is wat mensen zeggen als ze zichzelf voorstellen. Hè, of niet? Ben ik iets vergeten? Ik woon in Antwerpen nu, ja, ja, ook zeer belangrijk. Um, ja. Um, hoe, uh, even denken. Die, die blog waar je het net over had, was dat Cloudcatcher toen? Die je gestart zijn? Nee, ik ben ooit gestart met. Uh, dus wij moesten voor, um, voor school eigenlijk een soort van blog maken. En um, ik ben daar dan verder mee gegaan en er was een, een vriendin van mij, nog altijd is dat een vriendin van mij, Alize heet ze. Alise als je luistert. Um, en zij zei van, oh, je hebt altijd wel zo van die speciale outfits aan en zo. Ga je er geen foto's van maken, dan, dan kun je dat toch op zo'n blog zetten. Zij Ze bedoelde, je had een bepaalde smaak of zo, waardoor dat je die outfits kocht en dan ook droeg. Ja, ja. Of jij maakte zelf uit, nee. Nee, toen was dat echt gewoon de dingen die je kocht en combineerde en mm. ja, zo mijn persoonlijke stijl. Want toen was fashion my passion en dat was zo echt zo hetgene dat ik ja, het allerbelangrijkste vond. Hoe oud was je toen? Um, ja, 19, zoiets. 20, ja. En dan zijn we daar foto's van beginnen maken. Maar mijn papa heeft ook foto's gemaakt van mij in de tuin en zo. Echt fantastisch, prachtige foto's. Maar ik vond dat wel super leuk om mee bezig te zijn. En uh, die blog heette Clouds of Fortune. En die naam kwam eigenlijk voort uit een tattoo die ik heb in mijn zij. En dat is een wolkje. En een tattoo op mijn hoofd, uh, daar staat Fortune favors the brave. En dat wolkje heb ik ooit laten zetten, want ik denk niet dat iedereen dat weet, omdat ik van jongs af aan altijd mezelf wel een beetje anders voelde vaak dan de rest. En ik werd daar ook wel soms op afgerekend. Is misschien een lelijk woord, maar soms was het dat wel. Um, en ik wou een tattoo dat mij er altijd aan zou doen herinneren om mezelf te blijven. Dat klinkt misschien zo nu zo onnozel, maar dat was wel zoiets waar ik aan wil vasthouden voor de rest van mijn leven. En um, een wolk is, is vrij, niemand kan daar aan, maar die is wel veranderlijk. Als hij wil veranderen, dan gaat hij mee met de wind en dan doet hij dat wel. Um, dus ja, ik vond een wolk was altijd zo een soort van mijn. Ding. dus dan heb ik dat laten tatoeëren in mijn zij en dan die Fortune Favors the Brave op mijn hoofd ja, ik had afgeschoren haar aan de zijkanten vroeger en um, we vertrokken eens naar Amsterdam met vriendinnen en ja, die quote was altijd al een beetje mijn levensmotto en smorgens was ik nog een beetje aan het pinteresten en ik zag een foto van een meisje met afgeschoren haar die echt eigenlijk naast haar oor een tattoo had, een zinnetje ook, en ik dacht ja dat ik daar nog niet ben opgekomen eerder. Ik moet een tattoo op mijn hoofd laten zetten. Maar ja, dan moet je dus je haar eventjes echt volledig afscheren. Dus dan was ik even echt kaal. En dan ben ik gewoon ergens random een tattoowinkel binnengestapt en gezegd, ik wil een tattoo op mijn hoofd. En ik, dat was superleuk, want dat was een meisje dat dat dan gedaan heeft. Dat die echt in, enorm veel pijn. Maar um, ja, ik ben er wel nog altijd heel blij mee. Je ziet ze nu wel niet meer, maar... Tenzij je ver doorschot op je Instagram. Ja, als je heel deep dived op mijn Instagram, dan uh, kun je inderdaad foto's vinden. Hoe voelde je dat je anders maakt? Um, dat vind ik moeilijk. Maar um, vroeger drukte ik mezelf enorm dus uit in mijn kledingstijl. Maar ook in mijn kapsels. Ik was een beetje een daredevil. Ik durf altijd alles aan. En ik, vond, allee, ik vond mezelf niet per se, maar mensen vonden altijd dat ik een excentrieke stijl had. Oh, dat klinkt zo stom, over diezelfde zeggen altijd, vind ik. Maar, maar daarnaast voelde ik ook altijd zo'n um, heel groot gevoel van... Uh, recht, ik, ik had een enorm rechtvaardigheidszin, of hoe zeg je dat, rechtvaardigheidsgevoel. Um, en ik was niet bang om mijn mening uit te spreken. Um, ik denk dat ik altijd... Allee, ik kwam altijd ook op voor... Ja, ik ben al heel lang bezig met dierenwelzijn, maar ook met gewoon zo, mensen die elkaar pesten of zo. Dat kon ik echt ook totaal niet tegen. En heel diep van binnen heb ik altijd zoiets... Een gevoel gehad van, ik ga iets anders doen. Dat is echt raar, maar ik heb dat al sinds heel klein af aan, dat ik iets anders ging doen. Dus dat vooral, zo, dat gevoel van binnen, heb ik altijd gehad. Um, en ik zeg ik was eigenlijk al redelijk... Ja, uh, maar mensen zien mij me niet, maar ik doe zeg populair tussen aanhalingstekens. Dus ik had heel veel vriendinnen en allee, vriendjes in de zin van vrienden gewoon. Um, en ik, ik, maar tegelijkertijd uh, ben ik ook soort van wel gepest geweest soms. Um, dan stuurden mensen een berichtje rond over mij. <laughs> een rijmpje. Gisteren droeg ze roos met rood. Ze leek precies een framboos. <laughs> en zo van die dingen. Um, en er was ook ooit eens een roddelpagina aangemaakt in Sint-Niklaas. Uh, waar dan zo. Roddels opkwamen ook soms van andere mensen maar eigenlijk vooral van mij en die pagina was ook eigenlijk opgericht om roddels over mij op te zetten maar zodat het niet zo opvallen kwamen er ook soms andere mensen op maar nu kan ik dat zo ja je denkt van ja dat is toch niet zo erg maar toen ik zo ja 13 14 15 jaar was 16 ja dan zijn dat echt al de dingen dat je denkt van oh nee dat is zo erg en um, ik denk dat heel veel mensen, maar er zijn zo nog dingen gebeurd hoor, maar dus zo die dingen. Hebben, heb ik net altijd zo eerder zoiets gehad van. Ah, wel, ja, des te meer dat je mij gaat. des te meer zo'n ding dat ik meemaak, des te meer ik eigenlijk nog mezelf wil zijn. en nog extra zou willen in de verf zetten wie ik was. Of, allee, ik, ik, ik werd daar net zo altijd heel hard door gesterkt in de zin van. Uh, ja, Allee, dat deed me vaak pijn, maar ook wel... Tegelijkertijd is dat altijd zo'n zo drijvende kracht geweest. Van, wacht maar. Zo. Um, en dan... Met, ik, allee, met de dingen die ik post of die ik soms uitspreek of... Uh, ja, draag is nu wel veel minder. Maar um, stoot ik soms nog wel op controverse. <laughs> um, en ik blijf dat wel zo hebben. Zo van... Ik ben wie ik ben en... Jullie mogen allemaal zeggen wat jullie willen, maar ik kan dat niet veranderen. Is dat de voornaamste reden waarom tienduizenden mensen u volgen? Dat weet ik niet. Um, ik denk dat mensen mij nu vooral ja, daardoor ook wel volgen, maar um, ik denk dat mijn ondernemersverhaal van Klaus Fashion ook wel tof was om te volgen. En dan, des te meer dat die social media opkwam en dat ik ook begon met vloggen, um, des te meer dat ik ook mezelf kon tonen en kon zijn... En ik denk dat mensen vooral appreciëren dat ik uh, heel oprecht en echt mijn leven deel. Voor sommigen is het too much, die mogen me dan zeker ontvolgen. Maar voor heel veel mensen is het, uh, is het een soort van verademing om te zien van, ah ja, oké, okay. <laughs> alleen dat stom, maar. Over laatst heel denk ik over van temptation, dat die een zei van, oh ben ik dan te lelijk, of misschien als ik maagder was geweest, dan had hij me niet bedrogen. Had ik kort op stories zoiets gezet van ja, ik heb dat ook meegemaakt dat ik dat zo dacht. En, hè, um, en dan kreeg ik zo heel veel berichtjes van: amai, dat zelfs jij dat meemaakt of meegemaakt hebt. Hmm. Dat ik zo denk: waarom zelfs ik? Gewoon omdat ik volgers heb of zo op Instagram of omdat ik. Ik, ik, ik denk dan zo van: hè, huh? maar ja, voor die mensen is dat dan blijkbaar super. Ja, verhelderend van, ah ja, oké, okay, echt iedereen maakt dat mee, zo, dat. En um, ik doe, hetgeen dat ik deel is in de eerste plaats vooral voor mezelf, maar als mensen daar dan iets aan hebben, dat vind ik nu wel echt heel leuk ook. Ik weet al niet meer wat de vraag was, eigenlijk. Oh. Oh. Wanneer had je het gevoel dat ze in die klein was? Nee, wacht, wacht. Ik ga te snel. Dus die vriendin zegt tegen u: Je hebt uh, smaak, of je draagt leuke outfits of wat dan ook. En je begint foto's te trekken, onder andere met de tuin en met haar. En die publiceert je op een blog, de Clouds of Fortune. Ja. En dat was toen, op dat moment, je dan: Was dat rond uw rond negentiende? Wat je net ja, zei. zoiets, ja. En die is die, dus gestudeerd aan communicatie, management of wetenschappen? Management, ja. management in Mechelen. Ja, eerst heb ik communicatiewetenschap gedaan op een uh, op universiteit. Um, in Antwerpen. Een beetje te veel gefeest en gewerkt. <laughs> en dan uh, ja, tot grote teleurstelling bij mijn ouders. Um, en ook tot zo mijn leerkrachten van het middelbaar die echt zo zijn. Ah, oh, unief, dat gaat al in tien met gemak kunnen. En ja. dat was echt ook zo voor mij zoiets van... oh ja, chill, dat gaat lukken. waardoor ik daar echt mezelf niet voor ingezet heb. Maar ja, ik geloof heel hard in het lot. En ik denk dat dat allemaal gebeurd is met mijn reden. Want anders had ik nooit... Communicatie management gaan doen, had ik nooit die blog gestart. Had ik nooit zeer leren kennen, die dan zei: Oké, okay, go for it. Dus, um, ja. Dus je, je schrijft dan met haar die blog en die wordt dan op een bepaald moment zo populair dat je je studie daarvoor stopt? Nee, 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 nee. Um, dus ik poste die dingen en. Toen was het ook enorm in om eigenlijk um, projectjes, do-it-yourself projectjes te doen. Dus dat je bijvoorbeeld een witte t-shirt batikt. Of dat je um, van een lange broek een korte broek maakt. Zoals dat nu. Zeg het batikt? Batiken, ja. Wat betekent dat? Dat betekent zo, um, ja, een soort van kleurstof eigenlijk in water doen. En dan een t-shirt knopen leggen in hun t-shirt in een emmer. Dat erin laten drinken En dan de, waar dat de knoop zit, is het nog wit. Kent hij dat niet? Gebat ik de T-shirt? Nee, nooit van gehoord. Allee, cool. Ja, serieus. Maar... Allee, iedereen op Instagram is daar nu ook zo aan, toen in de quarantaine. Ja, zwart. Dus wij, wij, ja, ik maakte gewoon random dingen. Ik maakte ook t shirts en dan schreef ik zo voor mijn vriendje zo: My girlfriend is a badass bitch. <laughs> dan schreef ik dat op een T-shirt. Met zo van die stipten of mijn verf. En ik postte dat gewoon, dus allemaal op social media en op die blog. Voor mezelf gewoon, ik vond dat leuk om te delen. En dan. Uh, kwamen er allemaal meer vragen van mensen die zeiden, ah, oh, wil je dat ook voor mij doen? Of, ah, oh, ik heb ook nog een lange broek liggen, kun je daar een short van maken? En ik naaide dan stukjes stof op die achterkant van die short. Ik kon totaal niet naaien, maar... Ja, ik... <laughs> ik pakte gewoon draad. Ik weet dat echt nog goed, dat ik zo dacht... Gewoon beginnen. <laughs> en dat was eigenlijk echt niet 100% Maar kijk, allee. zolang dat die stof aan die short hing, dan was ik eigenlijk tevreden. En dan... Um... Allee, op termijn werd dat wel beter en dan heeft mijn mama mij dat wel eens geleerd. Maar in het begin was dat echt gewoon zo, ja, pff. ik verzon echt ter plekke uh, van die dingen. En dan, ja, hadden dus mensen dat kopen ik vond dat fantastisch. Dus ik, ik had dan zo'n heel atelier gemaakt in mijn, uh, in mijn slaapkamer. En mijn ouders hadden toen nog een restaurant en dat was eigenlijk tijdens de examens dat ik daarmee bezig was, zo in uh, ja, mei-juni. En dat was zo chill dat die dan het restaurant nog hadden, want dan wij woonden niet daarboven. Niet meer. En dan, euh, altijd als zij thuis kwam, ging ik zo snel aan mijn bureau zitten. <laughs> Om te doen alsof ik aan het studeren was. <laughs> Terwijl ik eigenlijk heel de dag t-shirten gemaakt had en zo. En dan, euh, doordat er zoveel vraag naar kwam, dacht ik tijdens de al, zo van ja, ik wil ook nog andere dingen aanbieden die ik leuk vind. Naast de dingen die ik zelf maak. En dan ben ik zo naar groothandels op zoek gegaan. Voor ook dingen te kunnen verkopen, nog daarnaast. En dat begon dan ook te lopen. En mensen kwamen dat dus bij mij thuis ophalen, of ik bracht dat weg. En, uh, en dan, toen was dat zo mega in de mode om een pop te starten. Allee, dat kwam toen echt op. Er waren dan no nog geen regels rond. Hm. Uh, dat was zo'n heel vaag begrip. 2011, 2012? Ja, zoiets. zoiets ja. Oh, Ik zou eigenlijk beter van buiten moeten weten, maar ik denk inderdaad die tijd. En dan... Uh, ja, en dan dacht ik, ah. Oh. Ik denk dat dat ook zo die periode was. Ik kan verkeerd maar ook zo die pop-up-televisieprogramma's met mijn pop-up-restaurant. Ja, 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 inderdaad. Zo dat is iets later periode. gekomen, ja. Want ik, een vriendin van mij heeft daar aan meegedaan. En toen had ik inderdaad Clouse of Fashion net een, een jaar en een mm half -hmm. of zo. En... Um, ja, mijn kamer onderduur lag die dus vol met dingen die lagen te drogen. Want als je iets baat, ik moet dat dus drogen. En ik dacht: ja, zeg, dat wordt hier echt te klein. En dus als ik iets deed, dan wou ik het ook altijd wel goed doen en ineens groots aanpakken op een of andere manier. En ik dacht, oh, ik was een poppenpinkel en super toevallig bel ik naar een. Uh, vriend naar mij, van mij, Allee, of ik had op Facebook gestuurd van zeg, zo'n vriend die iets ouder ook wel was zo van zeg, weet jij niet een pand of zo te huren, uh, dat ik kan huren voor de zomer, voor een poppenwinkel in te doen voor mijn spulletjes te verkopen en die zegt zo, ja, mijn mama heeft een pand in Elverszele en dat is echt een boerendorp waar zelfs de bakker op de hoek die zomer failliet ging, die was weg dus er was echt niks te zien, niks te beleven maar ik dacht, ja, weten je of dat ze nu naar mij thuis komen, of ze komen naar daar, same thing ja, ik mocht dat dan zo huren voor, ik weet echt niet, 300 euro voor twee mm. maanden of zo. <laughs> en dan ja, had ik een financieel berekening gemaakt en zo. En dan dacht ik, ja, oké, okay, ik ga er wel komen dan, hè. En om, dan. Om je 300 euro te kunnen betalen. Ja, uiteraard ja. Mm. En, um, en dan uh, heb ik ook echt dus nog extra dingen beginnen aankopen. Dat waren dan juwelen, handtassen, zo accessoires. En dan die dingen die ik zelf maakte. En dan heb ik een uh, zeer feestelijke opening gedaan. Ehm... Um, Net na mijn examens. En tijdens mijn examens heb ik nog mijn ondernemingsnummer aangevraagd. En toen is de bal aan het rollen gegaan. Hoe heette die winkel dan toen? Dat was al Clouds of Fashion? Ja, ik had het mapje op Facebook echt zo heel random. Dus ik had Clouds of Fortune en dat had een Facebookpagina met albums. En een van die albums heb ik dan, vond het dan logisch dat dat Clouds of Fashion ging heten, maar nooit nagedacht van oh ja, dat wordt die, uh, mijn levenswerk of zo. Hmm. <laughs> Um, dus ja, maar dat heette toen inderdaad quasi of Fashion en toen was ook alles al roos dat was wel nog lelijk roos, want in de action was de verf goedkoper mm. en daar hadden ze niet mijn favoriete kleur roos maar kijk, ja je zegt net dat als je iets, iets begint, dat je dat graag goed wilt doen, en groot zijn, maar ook goed is dat iets wat van uw ouders, maar je zegt die zijn alle twee zelfstandig of hadden alle twee een restaurant is dat iets wat, wat van thuis uit werd meegegeven? Van thuis werd meegegeven was vooral hard werken, Allee, is vooral hard werken en ja, niet zeggen dat je iets niet kunt, want als je wilt, kunt je. Um, maar zo dat grootse, daar hebben ze allebei eigenlijk niet. Die, um... Mijn papa is een enorme dromer en een mega creatieve mens, maar die vonden dat allemaal wel zeer beangstigend wat ik gedaan heb met Class of Fashion. Bedoelt je aan de media-aandacht? Media-aandacht, maar nee, vooral um, de grootte van de projecten die ik gedaan heb. Zoals die je bedoelt na die... verloop. Ja, 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 ja. ja na ja. verloop van tijd. Uh, Gelijk boot die show met. Ja, ja, ja die ja, dingen ja. vonden ze echt. Uh, dat, um... Maar zo dat goed willen doen, ja, dat hebben zij ook al allebei. Um... Maar zij zijn niet zo degene die ze. Zei... Ze hebben ook nooit een tweede restaurant open gedaan. Zij waren... Content met wat er was. Hmm. En... Ja. Je opent dan die, die winkel in El, ja, Elver Elvercelen. In de dorpstraat, waarschijnlijk. Ja, echt waar? Nou oh ja, kijk. <laughs> Dat is echt waar. <laughs> um, <laughs> waarschijnlijk. Waar anders? Um, <laughs> Dat vind ik grappig. <laughs> ja. Um, en je hebt daar dan twee maanden gezeten? Ja, dus in juli, augustus was ik daaraan open en ja. Uh, ik werkte als hostess ook op de festivals en dat vond ik mega graaf. Dus ja, het gratis meemaken en er nog voor betaald worden ook. Dat vond ik echt de max. Dus dat ging ik niet opzeggen. Dus uh, ik postte gewoon op Facebook en Instagram wanneer ik open was. <laughs> ook zo heel random. Dus ik zei: dan, Ma deze week is het maandag, zaterdag. Uh, allee, maandag, woensdag en zaterdag. En de week daarna was het misschien dinsdag en donderdag. Dus dat ging er echt van af. En uh, ja, mijn mama, ik weet echt nog goed dat mijn mama zei van ja. Oké, okay, nu is iedereen geweest met dat openingsfeest daar. Uh, roze cupcakes trouwens, roze kava, alles. Het was echt... Uh... Roze en... kava? Ja, ja. Oké. Okay. En uh, dan uh, zei mijn mama... Ja, nu zijn al je vrienden en alle mensen die je kent zijn geweest. Nu houdt het toch op. ga je hier heel de hele zomer zitten doen? Maar dat was zot. Ja. Dat ging echt zo rond als een lopend vuurtje. Zo. Omdat ik dat toen online... Omdat ik dat online ja. zette. Die hm. social media is echt de drijvende kracht geweest achter. En ik heb dat toen gewoon heel slim gebruikt. En vaak, toen ze mij bijvoorbeeld vroegen voor dat boek te schrijven, of als ze mij vroeg, vroegen, vroegen in het begin voor te komen spreken, dan wouden mensen altijd zo precies horen van mij wat heel het plan erachter was of zo. Mm. Maar ik heb dan nooit de voorhand uitgedacht van ah, ik ga een social media strategie gebruiken en ik ga twee posts per dag doen en uh, op die manier ga ik dat aanpakken en zo. Maar uh, daar heb ik, ik heb geen seconde nagedacht over zo'n dingen. Ik heb altijd gewoon gedaan en uh, ja, ik zal dat niet per se iedereen aanraden, maar zo is het bij mij wel gegaan. En dan achteraf ben ik gaan terugkijken en ben ik gaan zien van oké, okay, dat zijn de dingen eigenlijk die ik heb. Ja, gebruikt of ingezet heb, of... Maar dat is niet in volgende bedacht geweest, of hmm. zo. Hoe, hoe is dat dan verder gegaan? Je hebt die, die winkelaar twee maanden in de zomer, en je merkt dat dat digitaal dan eigenlijk, neem ik aan, beter gaat als eh, lokaal, of... of... Nee, 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 nee. Iedereen kwam door die Instagram naar daar, hè. Dus dat ging echt, zowel mond-aan-mond -mond reclame als op die Instagram en zo, zag iedereen die nieuwe dingen. Want ik, ik had toen ook al door van ja, ik moet gewoon constant nieuwe dingen hebben. Dan zijn die altijd getriggerd om te komen. Dus mensen kwamen soms wekelijks terug, omdat er iets nieuw was. En dan, uh, ja, op een gegeven moment kwamen er echt mensen, soms een uur gereden hmm. naar daar voor de gekocht. Wacht, en dat waren, dan, dat waren geen merken dat jij verkocht? Dat nee. was eigenlijk, nee. jij, jij cureerde de. Ja, ik, de, ik ging eigenlijk de, bij de groothandels de kijken. Ja, dat is. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal geen merken. Dat ja. zijn gewoon, ja, daar staat wel een label in, maar dat is, die hebben geen eigen webshop of geen eigen. Mm -hmm. Dus eigenlijk ja. de sterkte van, van dat concept of van die winkel op dat moment, of de, de, de rode draad werd jij die de outfits samenstelde en jij die. Ja, die bepaalde wat er in kwam en als mensen dan zeiden van, ah, oh, het is mooi wat je aan hebt, zeiden mensen niet, Ah, oh, dat is van dat erin staat, maar dan zeiden ze, dat is van Clouds of Fashion, omdat, ja, dat merk kent toch niemand. Dus dan, zo heb ik ook echt wel een, een merk opgebouwd, ook al was het geen merk, eigenlijk. Ja, want, want, want als je bijvoorbeeld zegt, Clouds of Fashion ligt vandaag in de ZEP, hoe, hoe is dat dan geëvolueerd? Is dat dan nog steeds een soort, een cura, een, jij die dat cureert of samenstelt, of is dat ja, ja, ja. ondertussen wel een merk? Of, of ja, ja dus dat is nu wel echt een merk. En uh, ik werk samen met een uh, designer... Om te bepalen wat de collectie wordt. Um, het is niet dat wij gaan kiezen: oh ja, dat kleedje, dat pakken we mee en daar hangen we een label in. Nee, dat wordt, die, die patronen, die, die stoffen, die um, printjes, de, de kleuren van. De kleding, dat wordt wel echt allemaal bepaald. Dat, is niet, dat zijn niet bestaande dingen. Dus vroeger was dat dus zo, dat ik gewoon... Ja, Zo'n groothandel, dat, daar, daar, hangen, daar hangt zoveel keuze. En ik kies daar dan uit wat ik mooi vind. En ik verkoop dat. Als jij daar zou komen, jij zou misschien tien andere dingen kiezen. Um, dus ja, zo. Maar, dus je zit er vandaag wel nog bij betrokken? Ja, 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 ja. ja. Het is niet ja, dat, ja, nee. dat ze het heeft overgekocht en zelf, het zelf verder, verder zet. zetten. Nee, 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 staat samen met mij dat dat worden, wordt verder gezet. <laughs> ja. ja, hoe gaat het dan verder na die zomer? Dus je merkt, je merkt dat je dat graag doet, neem ik aan. En dat er mensen een uur voor in de auto zitten om naar uh, ja. Elver uh, Elverzeelen, Elverzeelen, ja. te komen. Ik hoop, nu had dat toch eens moeten leren. Um... Een Elver <laughs> En uh, ja, nee, ik vond dat dus fantastisch. Hè. Ik reed daar naartoe. Ik heb echt nog vivid memories van naar die winkel rijden met de zon op mijn gezicht, mijn zonnebril op mijn neus. Echt, het leven was mooi. Ik vond dat fantastisch. Er was niks beter. Um, en. Ja, ik deed dat zo graag dat ik dacht. Nee, ik, die school. Ik voelde zo heel. Ik voelde in mezelf dat dit het was waar ik had gedacht dat ik anders ging doen. Of dat. Misschien na je studies dat je dan zoiets zou gaan doen. Dus waarom zou nee, je nee. dan studies afmaken? Ja, wel ja, voilà. ja, Ik ging die studies echt niet meer afmaken. En, want vroeger dacht ik altijd dat ik iets met theater ging doen. Of in de media. Omdat ik dat altijd gedaan had als ik jonger was. En zo, dat anders zijn. Ik dacht dat dat zoiets ging zijn. Maar toen Klaus of Fashion op mijn pad kwam, was het echt zo duidelijk van: oké, okay, dit is het. Dit is wat ik voel. Dit is, dit is wat ik ging doen. Ik ga, ik ga stoppen met studeren. Want als ik het nu niet doe, dan. dan uh, en dan uh, ben ik op zoek gaan naar een pand. En dan heb ik een pand gevonden in Antwerpen. Echt een poppenhuisje. Heel klein winkeltje, 15 vierkante meter. 15, 20 vierkante meter benedenverdieping. Dan nog een verdieping daarboven. En dan had je eigenlijk... Waar um, was dat? Op de melkmarkt in Antwerpen. Ah, ja. En dan had je... Is dat waar dat nu ook die pop-up is? Of waar dat nee. nu nog steeds zo... Okay. Dat is waar dat taco-ding taco is nu. Op de melkmarkt. Recht over um, het vervolg. Hmm, okay. Zo'n huis, ja. Heel hoog in de lucht. Dus en je, gaat dan, um, je gaat dan de keuken. En dan had je de living... En dan had je de dressing, nee, de badkamer, dressing, en de slaapkamer was helemaal van boven. En dus ja, ik was, uh, ik denk toen 20 of 21. en ik ging dus stoppen met school. Ik ging beginnen werken, ik ging dan nog eens voor mezelf werken. Ik ging alleen wonen, ik ging in Antwerpen gaan wonen. Dus, ik ging... ah, dus je had heel dat pand, en dan ja, gelijk vloer, zijn ja. eerste was het de winkel, ja, en de rest daar ja, wonen. Ja, ging ik dan wonen. Dus er waren zoveel grote veranderingen in één keer. Ik vind dat nog altijd, als ik nu beslissingen maak, ik was toen echt, pff, dat was echt gewoon, ja, ik ging dat gewoon doen en dat was zo duidelijk en niemand ging me tegenhouden. Um... Dus ook de schoonheid van die jeugdigheid, en ik bedoel, we zijn nog steeds altijd vrij jong, maar als je daar zo, als je terugkijkt, soms denk je echt van hoe, misschien ook een onbezorgdheid, hoewel op dat moment zult je ook wel uw zorgen gehad hebben, ja. maar zo'n eenvoud waarmee je beslissingen neemt. Als ik bijvoorbeeld een jaar in het buitenland ben geweest, Elk jaar dat ik dat opnieuw zou willen doen, wordt dat dus moeilijker. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar toen, deed ik, toen dacht ja, ja. ik daar nog niet over. Toen was ik gewoon een jaar weg en ik doe wel ja. alles, alles wat ik wil doen met mijn leven het jaar daarna. Terwijl nu begint het al veel meer na te denken. Van, ja. En dat is dan nog maar iets, iets banaals als mm -hmm. ik gewoon even een jaar weg gaan laten staan. Grotere keuzes. Ja, ja dat is. En um, ik ben wel heel blij dat ik dat dus allemaal effectief gedurfd heb, maar dus dat is echt de vraag dat ik altijd ook het meeste kreeg, van ja, hoe heb je dat gedurfd? Maar Ik voelde gewoon zo hard diep van binnen dat dat echt was wat mij blij ging maken en wat mij... Dat was de, wil ik net nog vragen, wat was eigenlijk de kern waar dat jij gezicht Ik kreeg met de zon, kreeg de zon, tegemoet naar daar met een glimlach? Maar was het dan het feit dat je... Uh... Creatief kon zijn en een eigen collectie samenstellen. Ging het erom dat je mensen zichzelf schoon kon doen voelen aan de hand van kleding? Wat, wat, het feit dat je gewoon volledige autonomie over je werk had. Ja. Wat, wat maakte voor u dat, dat, dat je dat gevoel had van die wind onder uw vleugels? Ja, al die dingen dat je eigenlijk gezegd hebt: creatief bezig zijn, dat volledig uitwerken. Ik, ik merk, ik, ik, ik werk heel graag dingen uit, als in ook zo branding. En ja, dat is zo heel onbewust. Heb ik dat echt wel echt goed neergezet, allemaal. Maar ik zeg het nooit: de marketing. Ik heb dat wel dan gehad op school, maar um, dat was dan ook maar één jaar. Want op Unif was dat heb je geen marketing of zo gehad. uiteraard. Uh, dat waren allemaal heel algemene vakken. Um, maar um, ja, nee, um, effectief. Ja, ik vond fashion gewoon keihard tof. Ik vond dat keihard leuk dat mensen. Um, zich inderdaad, want dat is iets dat we zeker later, dat ik echt heb proberen doortrekken, was dat iedereen zich in de winkel echt goed moest voelen. En het mooiste compliment dat ik sowieso heb gekregen van een klant, allez, of een van de mooiste, want dat is altijd moeilijk, maar um, was iemand, en, dat, en dat, dat was dubbel geluk voor mij, omdat dat niet bij mij was, maar bij een van mijn verkoopsters. Want dat is zo moeilijk om eigenlijk iemand die bij u werkt, die boodschap te laten overbrengen. Dus zij was echt. Mijn perfecte class of fashion verkoopster girl. Um, en die, dus dat was een meisje, en die stuurde mij op Instagram van ja, ik ben vandaag in uw winkel geweest en ik had een rokje aan en uh, ik vond het nogal excentriek. Um, maar ik voelde dat je verkoopster heel oprecht was in wat ze zei. En ze vroeg mij: van, Vind het zelf mooi? En ze hmm. was zelf heel overtuigd. Maar ze, ze twijfelde dus van, oh, wat gaan de mensen zeggen? En Stefanie dus, die had zo gezegd van, ja, wel, wel ja maakt toch niet uit wat iemand anders vindt. Het gaat er toch over dat jij er hoe u voelt en je staat er ook goed mee. En, ja ik heb niet de exacte woorden, maar dat meisje voelde zich zo empowered door Stefanie dan en door Klaas of Fashion en door het hele gebeuren en concept. En ze zei: ja, Ik ga dat rokje echt dragen met super veel plezier en trots. En zo van: Yeah. En dus dat was echt wel zo van: oh, dat vond ik zo zalig dat ik dat dan toch uh, kon verwezenlijken bij mensen. Dat ze zich gewoon in hun vel voelden. Het is uh, diezelfde Stefanie dat de allereerste herinnering is. Dat ik heb aan uh, Clouds of Fashion. Kwam, ah ja, ik, ik, woonde, ik, ik woonde op de, de Ijzerweg. En ik had voor mijn moeder een cadeau nodig. Alleen, ik, ik denk dat dat voor haar verjaardag was. En ik woonde daar net en die kwam dan regelmatig naar Antwerpen en ik dacht, ik ga een cadeaubon kopen. En ik kwam daar voorbij gewandeld en ik had dus een excuus nodig, want ik zag haar dan van, van buiten nog staan ik dacht, ja, dan ga ik eens binnen gaan. Maar nu dat je dat effectief vertelt, want ik ben dan achteraf met mijn moeder nog met die cadeaubon naar de winkel geweest. En nu je dat vertelt, herinner ik mij dat, um, dat, dat wij daar toen buiten kwamen en dat hij daar ook met een glimlach buiten kwam, dat hij zich daar goed... Behandel, Allee, ja. Ik ja, ben ja. vrij zeker als ik dat zo... Nu, de, als mijn moeder hier nu naar luistert, gaat hij zeggen, ja, dat weet ik nog exact, die winkel. Want ik weet ook nog ja. pas, uh, wel, welk kleedje ze heeft gekocht, of ja. jurk, of hoe heet dat? Ja, ja zie, dus dat is super belangrijk, maar dat is heel moeilijk. Zeker als je, vanaf dat je zelf niet meer in die winkel staat, uh, dat loslaten, en mensen vinden die dan kunnen overbrengen wat jij wilt dat ze overbrengen, dat is uh, heel moeilijk. Maar um, ja, ja, dus Cloud of Fashion was voor mij inderdaad creativiteit, een, een bron van... Ja, ik was daar gewoon zo graag mee bezig. Wacht, ja. je, je verhuist uh, van Sint-Niklaas of van Tempsen naar, uh, naar, naar Antwerpen dan. Hoe, hoe lang heb je daar op de melkmarkt gezeten? Um, ik heb een contract kunnen afsluiten voor een jaar, met opzeg dan nog een half jaar. En ik heb er uiteindelijk een jaar en drie maanden gezeten. Um, na een half jaar hebben we de eerste modeshow gedaan voor 250 mensen. En. Wacht, wacht Na, niet, niet. ben ik te snel? Ja. ja, ik ben daar open gegaan en dat was direct ook een soort van vliegende start, ook via social media. Te snel, als, in, als in, ik probeer, ik, ik wil uh, alles wat je zegt de juiste aandacht geven. En als je zegt, broer, ah, we hebben een modeshow gedaan, ja. ik wil daar niet zo over gaan alsof ja, we hebben dat gewoon even. Ge... Nee, nee, dat dus, was het ook niet. Dus je, nee, ja, nee, maar, nee, daarom. Dus, je, dus, maar, je, dus die winkel gaat open en. Was dat dan bijvoorbeeld ineens dat je veel meer klanten had, of dat je daarin merkte van, ah, ik moet echt in Antwerpen zitten, want waar ik uiteindelijk eigenlijk aan doe wil ik je meer dan meerdere winkels geopend, grotere modeshows gedaan, maar waarin dat dan de, de, de kiem zat van al die dingen die je daarna hebt gedaan? Um, maar wat is nu exact de vraag? Dus ik ben naar Antwerpen verhuisd. Ja, wat was het verschil? Dat er daar gewoon mensen passeerden die mij niet via via kenden. Uh, dat was daarvoor ook al, maar dat werd echt... Dat is, dat is niet te vergelijken. Je hebt ineens inderdaad mensen die zeggen oh, wat is dat hier? Oh, leuk, ik ga binnen. Um, ja, op social media ook heel veel mensen die misschien al langer wilden komen, maar niet tot in Elverschil helemaal gingen rijden of geraken. Um, ja, plus dat er in Antwerpen toch nog meer modebewuste mensen zijn dan in Sint-Niklaas. En dat dat daar echt op zijn plek zat, gewoon, dat, dat, dat kon daar echt goed aarden en groeien, en um, dat was echt zot hoe dat, dat dan ge allee, geboomd heeft, eigenlijk. Hoe, dat, hoe was dat voor u persoonlijk om terug, want je bent dan gaan studeren aan de universiteit, maar je zegt te veel gefeest en zo, maar hoe was dat dan om, om op je eentje, van op jezelf, te, te wonen? Uh, ja, Allee, en, echt, echt op jezelf bedoel ik, als ja, je, niet in het studentenleven. Ja, dat was uh, een, uh, toch wel een serieuze aanpassing. Um, en een serieuze verantwoordelijkheid. Hè. En ik heb uh, heel Klaus of Fashion eigenlijk altijd wel. Ik heb heel verstandige en slimme en empathische vriendinnen. Maar in die end. was ik zeker als ik in het begin. Had ik niemand in mijn omgeving van goede vriendinnen die hetzelfde meemaakten. Um, zeker als er dan personeel bij kwam en nog meer verantwoordelijkheden, dan werd dat echt soms zo. Ja. Je zit daar alleen in en veel mensen zijn dingen aan het doen die jij niet op die moment kunt doen. Zoals inderdaad heel zwaar gaan feesten elk weekend en gewoon zo zorgeloos leventjes. Ofwel, sommigen waren aan het studeren, anderen begonnen juist te werken. Maar dat was zo heel anders als bij mij. Um, maar zeg ik niet dat ik daar niet van genoten heb. Ik vond dat top, ik wou niks liever. Hè. Dus ik heb daar niet. Maar op mijn momenten was het soms ook wel iets zo uh, lonely in de zin van. Je kunt dat wel uitleggen en die kunnen nu wel begrijpen, maar dat is toch niet hetzelfde als wanneer dat iemand echt, echt weet over wat je hebt. Um, maar helemaal in het begin heb ik zelfs in het weekend ook nog gewerkt, als test dan verder, onder mijn papa, die dus heel nuchter, down to earth en voorzichtig is. Die zei echt van, ja, Valentineke, dat mag en wel, maar zorg maar dat je die een uur kunt betalen, hè. Dus ik heb in het ook nog gaan werken. Of s'avonds, op donderdagavond. Ik heb toen zoiets s'avonds de winkel toegedaan. Gaan eten boven, met ongekleed. En gaan werken in het vervolg, de rechter. <laughs> als als test voor pff, Bacardi of zo. En dan nog een toer gedaan van andere cafés. En dan s'nachts thuis komen om twee uur. En dan de volgende morgen om tien uur. Nee, elf uur deed ik de winkel open, denk ik. Um, dus ja, dat viel wel mee. Hè, maar dat is niet... Uh, zeker als je zo jong... alleen nog altijd zou ik dat aankunnen. Maar ik bedoel, dat was wel een soort van... Ding dat ik dan nog deed. Um, en dat jaarcontract heb we afgesloten ook doordat mijn papa zo mijn soort van ja, angst had hmm. aangepraat. Van ja, als je een, een huurcontract voor uh, handelsovereenkomst, hij is 3, 6, 9. En ja, als je drie jaar vast zit aan een contract, mijn papa zei ofwel, wordt dat een flop en kunnen dat niet betalen. En dan ga je echt heel blij zijn als je een jaarcontract hebt, ofwel wordt dat hier te klein en dan ga je ook heel blij zijn dat je een jaarcontract hebt. Maar ja, Sowieso zijn die mensen allemaal niet heel happig om aan iemand van 20 jaar een pand te verhuren. Laat staan dat je ze nog eens over de streep moet krijgen voor, ze, voor het te verhuren voor maar een jaar. Want die willen liever gewoon die in 369 afsluiten. Uiteindelijk hebben die gelukkig toch ingestemd, omdat dat ja, niet zo'n heel makkelijk pand is om te verhuren, omdat dat effectief zo klein was met woons erbij. Want ja, je moet dan al iemand hebben die er ofwel boven wil wonen, ofwel zegt van, ja ik vind dat niet erg om die prijs te betalen en daar niet te wonen. Dus uh, ja effectief heel veel chance in gehad want dan na een jaar was het ook echt te klein. En dan zit je naar die locatie in de nationale staat. Ja, ja. dan ben ik verrast. Ja. Die die modeshows, wat kunt je daarover vertellen? Ja, dus dat was eigenlijk een idee dat ik had. Je ziet altijd zo die modeshows in Parijs en Milaan en New York, de big fashion shows en de enige mensen die daar eigenlijk naartoe mogen zijn ja, mensen van de ja, mode de van de magazines, en, ja. de buyers van grote winkels uh, en dat's it. En nu ook influencer en zo. Maar uh, dat moet dan een serieuze influencer zijn om daar is ergens uh, ben te geraakt op een show. En ik dacht van: ik wil dat echt naar hier brengen en ik wil dat dat voor iedereen is. Dat iedereen er eigenlijk gewoon kan bij zijn. Maar dat dat wel je het gevoel geeft alsof dat je op zo'n show zit. Natuurlijk, ja. exact even naar Chanel, uh, dat is moeilijk. Maar uh, ja, het kwam dan toch wel in de buurt, vind ik. <laughs> op Antwerps niveau. Um, en ik had dus een idee dat ik dacht van. Mijn toenmalig vriendje werkte nog in het Middelheim Museum, of het Middelheim Café. Ja, daar is zo'n. wat maakt wel al niet uit. Dat is zo'n soort van kasteeltje. En um, daar kunt je, ja, daar kon je toch toen die, die zaal, die ruimte, ik weet het al niet meer, afhuren. En daar konden 80 mensen zitten. En ik ging kaartjes verkopen voor 15 euro. En daar zat dan een glaasje cava in, de modeshow, een goodiebag... Goh, en ik had zelfs, ja, ik verkocht het echt veel te goedkoop. Eigenlijk. Nog Een bon, als je 50 euro voor 50 euro kocht, dan kreeg je nog 5 euro korting of zoiets op je aankoop. Ja, omdat ik echt bang was anders niemand 15 euro ging betalen. Um, maar ja, ik moest wel iets doen, want ja, ik wou wel uit mijn kosten komen. Hè. En dat ging al dan moeilijk zijn. Maar um, ja, dus ik had 80 kaart en ik weet nog dat ik naar mijn broer belde, en dat hij zei: Ja, maar een 10. Als, als je die kaart niet uitverkocht krijgt, dan vragen we gewoon de familie. Want mijn papa heeft vijf broers, vijf zussen. En dan lijkt dat wel alsof dat, dat vol zit. En niemand gaat dat weten dat dat niet uitverkocht was. Maar ik had dat online gezet. Ik weet dat nog heel goed. Gewoon een evenement met de tekst. Nog zonder banner of graphic. Of... Op Facebook. Gewoon op Facebook. Mm. Niet op Instagram. niet nergens. Niet. Gewoon eigenlijk dat evenement aangemaakt. Die tekst hebben we opgezet. En ook nog niet echt geshared. Maar blijkbaar kwam dat wel bij de mensen op hun toen startpagina overzicht of hoe dat dat dan ook noemt en er stond in de beschrijving van je moet mailen naar ja nou, toen voor je kaartje overschrijven bewijs van betaling sturen en dan is je ticket geboekt en toen had ik nog een tv en ik zat naar voor de tv toen had ik ook nog tijd om tv te kijken want dat nou, toen toen de Alleen met dat, op de melkmarkt had ik echt wel zo nog meer tijd zo en um, ik zat in mijn neer en net voor ik ga slapen, kijk ik nog eens op mijn Facebook en mijn mailbox. En ik zo, what the fuck? Ja, die kaarten waren dus uitverkocht. En er hadden al meer mensen betaald dan mm. ik eigenlijk plaatsen had. Dus ik zo, shit. Dus ik zet dat zo op dat evenement van, ja, uitverkocht, uh, gelieve even niet meer over te schrijven, want mm. hey, ik moet het allemaal herbekijken morgen, die dat ik mijn broer ook 250 gedaan. man. Nee, dus of eerst 80. 80. Tacht, sorry. Ja, ja nee, ja, dus 80 mensen hadden effectief een kaartje gekocht, en ik zat dat daarop en mijn vriendinnen die sturen mij, ja, yo, je hebt toch al een kaartje voor mij overgehaald, mm. ja, dus ik zo, paniek naar mijn broer, ja dat, was toen, ja, dat was een probleem, maar dat was eigenlijk een luxe probleem uiteraard, ik zo, Frederik, die kaarten zijn uitverkocht, mm. en hij zo, ja, dan moet je een grotere zaal zoeken, hè. dus ik al direct op Google hè, gaan zoeken naar een grotere zaal, maar ja, hé, hey, dat kost allemaal veel geld om een zaal te huren, dat was ineens het vijf of tien dubbele van hetgeen dat ik nu had van huur voor die zaal. Dus ik zo, ja, oh my god, wow, wat nu? En dan uiteindelijk um, toch een, een, een zaal gevonden, naast, um, oh, hoe noemt dat restaurant nu weer? Um, het pomphuis. heb je de ark, zo'n drijvend ding, dat lijkt zo'n duikboot. Achtig iets. En daar worden soms ook trolvis in georganiseerd. En daar kunnen 22, uh, 2200, oh, 250 mensen zitten. En daar heb je ook nog apart een, een, een soort van ja, cafetaria. Is nogal boertig gezegd, maar een, een bar. En dan ook nog met een trapje omhoog. Een verdiepje waar ik dan de winkel wil doen. Want het concept van mijn modeshow was ook. Een van de aspecten daarvan was ook dat ze mensen direct de collectie zouden kunnen shoppen. Dat ik dacht, ja. Dus ze komen naar de show en ze kunnen ook kan meteen. Ach, nou, ja, want ja. Ja, ik wist zelf hoe ik was. Je, je ziet, je wilt het hebben, hè? nu direct. Je wilt niet wachten. Je gaat ook klanten verliezen. Allee, ik, zeg het, ik dacht toen echt nog niet zo in de zin van alt sales. Maar hmm. gelukkig dacht ik wel in de zin van mijn klant. Van ik wil direct kunnen shoppen. Um, ja, want een goede salesman zal dat eerder gewoon zeggen vanuit het perspectief ja, als we direct daarna kunnen verkopen ja, ting ting dat is beter maar zo heb ik eigenlijk nooit niet gedacht dat ging altijd en daaraan nu dat ik het zelf zeg denk ik voor het volgende dat ik ga doen moet ik ook echt goed die, die doelgroep waarom dat ze altijd zo zeggen dat dat zo belangrijk is dat je die afbaken en dat je weet hoe dat die denken en hoe dat die eten en hoe dat die slapen en hoe dat die... Je moet er eigenlijk alles van weten, zodat je, je daar goed in kunt verplaatsen. En bij mij was dat altijd de chance dat ik zelf in een doelgroep was. <laughs> um, maar oké, okay, dat even terzijde. Ja, jij dacht gewoon, als ik zelf naar een show ga, wil ik daar ook meteen iets ja. kunnen kopen, dus ik ga dat ja. zelf ook zo op die manier aanbieden. Ja, voilà. En dan hadden we dus ook een uh, zangeres, dansers, um, en dus uh, uiteindelijk twee, 250 kaartjes verkocht. Uh, we hebben Toen ben ik voor de eerste keer met Elke de Maaier in contact gekomen voor PR, omdat we zeiden, van, ja, we mogen dat niet zomaar voorbij laten gaan. Je zei dat net, het was toen je zes maanden op de, zel, op de melkmarkt zat. Ja, dus ja, ik was ja. daar zes maanden open, en er waren al 250 mensen aan een kaartje kopen, dat was eigenlijk echt immens. En um, na die moddershow, ik had daar niet zo goed over nagedacht, uh, ja. je kon dus, ah ja, dus die zaal, wij huurden dat, en je kon niet zeggen, van normaal was het de bedoeling dat je één gratis glaasje kava kreeg bij het binnenkomen. Bij die zaal ging dat niet. Het was, was al in drinken. Mm. Dus ja, ik dacht, die mensen, en dat heb ik ook zo communiceren. dus die mensen wisten van ah, oké, okay, daarna kunnen we gratis nog drinken. Mm. Maar dat was al de zondagavond. Ja, nee, die gingen niet drinken. Hè. Die gingen allemaal aan die, aan die, aan die, aan die trap staan voor naar boven te gaan. En dan, tegen dat ik eigenlijk van de backstage naar voren was gekomen, had geluk, mijn mama, mijn papa en mijn broer dat dat al gefixt. Um, en mijn vriendinnen die kwamen helpen, die zagen al direct van deze gaat niet mis, we moeten. Mijn broer is dan als bodyguard ingezet eigenlijk, om de mensen per vijf of per tien dan naar boven te laten gaan om te shoppen. Er is ook een heel deel mensen naar huis gegaan omdat dat te lang duurde en omdat ze zoiets hadden, ja, we gaan nu ook niet tot om twee uur s'nachts blijven wachten om te winkelen. Want ja, 250 mensen, als je maar per tien kunt winkelen, als iedereen een kwartier pakt, ja. Dus ik dacht, amai, als ik dat ooit nog eens doe... Dan moet ik dat wel anders aanpakken. Dan moet ik zorgen dat dat systeem beter is. Dat mensen zo niet staan te drummen. En... Is dat het verhaal met de bandjes? Ja, dat komt daar dan mm. inderdaad aan de pas. Okay. En dan, um... dus ja, dat was dan een modeshow. Wat, wat was uw gevoel na die show de dag erna? Oh ja, dat was echt het beste dat ik ooit al meegemaakt heb in mijn leven. <laughs> ja, ik vond het echt. Ik vergeet dat altijd maar eigenlijk. Dat is goed soms dat ik dat nog eens vertel. Dat was echt fantastisch. <laughs> Vier. Ja, zot. Allee. Hoewel dat ik niet zo van... Ik oh, 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 ja, kan het niet uitleggen, maar wel zo'n soort van... Ja, altijd heel veel dankbaarheid vooral, voelde ik dan. Zo echt van wow. Zo, die mensen die mij zijn komen helpen, hebben altijd ook familie, vrienden. Um, dat zijn heel veel nog dezelfde mensen als nu. Ik bedoel, die hebben altijd zoveel voor mij gedaan. Allee, dat is eigenlijk echt in mijn... Ja, gewoon zot. En... Um, en dankbaarheid dat er gewoon mensen ja, wilden komen en dat die dan... Die beseften dat op die moment zelf niet, maar ja, meebouwden aan hun droom en dat dat allemaal kon. En dat mensen zich leuk, goed hadden gehad, dat vond ik echt van... Dat, ja, dat, daar was het mij eigenlijk echt wel aan te doen. Dat de mensen gewoon tevreden waren. En als dat dan gelukt was, dat vond ik echt het beste dat er was. Ja. Ik kijk zo bedenkelijk. Nee. Ja. Dus dat, ja, en dan, en dan dacht ik, oké, okay, nu ga ik dat wel even niet meer doen. Maar een half jaar later heb ik het al teruggedaan. <laughs> en toen heb ik het nog groter gedaan. Dan zat ik ook nog op de melkmarkt. En dan uh, dacht ik, oké, okay, ik ga er nog een doen. En dan uh, zijn er 800 mensen gekomen. En dan heb ik... Um, Hoeveel heb ik gedaan van een ticket? Um, 20. Twintig? 20 euro, en 25 euro met shoppen, want je kon ook kopen zonder shoppen. Dus 500 mensen konden die een avond shoppen, en dan nog uh, 300 niet, en uh, dat was dan in Parkloods Noord, dat is naast Parkspoor Noord, heb je zo'n grote lege hal, vroeger verhuurden ze die ook, maar nu niet meer, eh, uh, heeft toch niet aan um, bedrijven, als ik me goed herinner. En um, dus dat is eigenlijk een lege loods dat je huurt, dus je moet alles nog Licht, geluid, podium, ja, er is gewoon niks. Hè. Je moet echt van nul beginnen. Dus uh, dat was ook een serieus uh, kostenplaatje kosten, aan verbonden. Maar uh, ja, 800 mensen die een kaartje gekocht hadden. Dat shoppen was helemaal in het honderd lopen Weer moest mijn broer daar gaan staan. Ik had zo'n soort van systeem uitgedokterd met kleuren ook. Maar uh, dat was helemaal verkeerd gelopen. En dan waren er wel een paar die toch niet zo blij waren. Maar overal... Omdat ze ervoor betaald hadden ja die zijn dan wel kunnen gaan shoppen maar ja niet op het eigenlijk het uur en, ja maar mensen begonnen ook dat systeem was op zich nog wel oké okay, maar dan waren er echt ook heel veel mensen die uh, begonnen gewoon door te alleen voor te dringen en zo <laughs> en dan stond mijn broer daar en ja die zei ook ja die mensen hebben uiteindelijk ook wel tot, tot bij mij geraakt. Ik ga die nu toch iemand terugsturen omdat ze zo gezegd, niet de juiste kleur hebben allee, ja, je moet ook op, je zei jij zat diegene op die moment wat, die eigenlijk zo gezegd alles wilt beslissen maar er moet zoveel tegelijkertijd gebeuren dat je niet overal tegelijk kunt zijn en overal de beslissing kunt maken. Dus je moet het dan gewoon loslaten dat je broer dan inderdaad op die moment zegt van ja, oké, okay, ik weet ik ga die wel al doorlaten, want die staan hier nu. Um... Als je de dag na zo'n evenement wakker wordt, of je voelt je fier, hoe viert je dat dan? Of hoe staat je er dan bij stil? Bij het feit dat, dat, het, dat je het weer reflect hebt? Hm. Ja, die dagen na die show eigenlijk heb ik daar nooit veel bij stilgestaan. Allee, ik bedoel, je staat er wel bij Silter dat je bezig bent. En zo af en toe, als je dan zo je, je social media opendoet en je ziet alles. Maar uh, die dagen daarna was het gewoon altijd zwaar vakken wel om alles op te ruimen. Want dat is zo'n ding dat ook wel niemand niet ziet. Die is dan zo wauw, wauw, wauw. De volgende twee, drie dagen ben ik daar nog in die zaal alleen aan het opruimen. En alles naar de vuilnis, wel van toen. En... Ja. Maar wel met veel plezier en... en... Dan zit er inderdaad wel over het nadenken. En, maar je denkt ook wel al direct aan zo van, oei ja, dat was toch, en dat kon nog beter en... Um, maar ja, maar echt ja, vieren om te zeggen van, ik ga dan naar een feestje gaan of zo, dat heb ik wel nooit, alleen niet per se. Hm. En dan de, de, de grootste molenshow hadden we ooit gedaan, 2000 of 2500 mensen. Ja, maar dat was dan na dat we verhuisd waren naar de Nationale Straat. Uh, of hebben we eerst Gent nog open gedaan? Wacht hoor. Nee, nee. dus we zijn verhuisd naar de Nationaalsraad. En dan een jaar later heb ik de derde modeschool gedaan. En dan hebben we inderdaad heel de Wagenatie afgehuurd. En dat was eigenlijk het concept van: oké, okay, dus die mensen, we willen die beter laten shoppen nog. Dus ik ga gewoon drie dezelfde winkels doen. Ja, dus dan koopt je ook nog eens. En dan koop ze ook drie keer zoveel kleren aan voor drie keer dezelfde winkel te kunnen doen. Wacht je bedoelt uh, Antwerp, Gent, Kortrijk? Drie keer dezelfde. Winkel. Nee, nee, nee. Op die modeshow bedoel ik. Ik ben bezig op die modeshow. Dus op ja? die modeshow wou ik drie keer dezelfde winkel. Drie keer dezelfde collectie. Waar ze konden shoppen. Zodat maar in er drie meer locaties. Nee, nee, allemaal op één locatie. Dus in de, wa de waagnaas, had je ja. drie winkels. Ja, ja, dus drie winkels. Dus ja. in de waagnaas had je dan je show zelf en dan ook drie locaties of drie ruimtes. Ja, ja, drie. Met drie ja. Keer, die drie keer die identiek waren. Ja, 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 voilà, die inderdaad identiek hmm. waren. Zodat er meer mensen konden shoppen op de tijd die er was. En het concept was ook, ja, de eerste moeder was eigenlijk niet echt een thema dan het. De tweede modeshow hadden wij daar in de parkloods echt zo. Ja, dat was toen nog mijn schoonmoeder, die had allemaal wolken uit Izimo gesneden. En we hadden allemaal op mijn hoogtewerker liggen ophangen aan van die Nederland draadjes. En alles was eigenlijk roos, wit wolkjes. Dus overal waar je keek, die, die, die cupcakes, die cava ook zo. Alles werd echt extreem ver doorgetrokken op die goodie bags. Um, we hadden toen ook een magazine en al. Die derde modeshow was dat echt een magazine. Alsof dat een flair was of zo, dat in die goodie bag zat. We hadden supergoede sponsors. Um, maar dus in die derde modeshow had ik echt een thema. En dat was het thema flowers. Dus alles wat je kunt denken was een thema flowers. Op de laatste moment heb ik ook nog zo bomen laten komen. En, en uh, ik wou dan zo'n schommel met bloemen aan. En dat was allemaal echt uh, next level. Dat is ook echt iets, als ik daaraan terugdenk, dat was precies niet echt. Um, dat lijkt in mijn hoofd een droom, en um, ja, het concept was ook dat ik merkte dat er heel veel interesse was van buitenaf, van mensen die eigenlijk dezelfde doelgroep hebben, maar niet geen rechtstreekse concurrentie zijn, dat die ook wel een soort van erbij worden zijn. Om die mensen Somme, te bereiken. Sommerdrillen, lingerie, ja, dat dus Ja, dus ja. eigenlijk mensen die, die zelf iPhone-hoesjes maakten, maar oh. ook iemand die tattoos ko uh, is komen zetten, echte tattoos. Um, dat meisje is daarna fulltime zelfstandig geworden, doordat hij daar zoveel mensen heeft kunnen bereiken. Dat zijn ook zo van die dingen dat ik nooit ga vergeten. Dat is zo leuk. Um, en um, ja, dus... Dat was aan het verschil met die tweede modeshow had ik al standjes voorzien. Zodat de mensen die niet konden shoppen direct, dat die iets konden eten, iets konden drinken. Er was een DJ. Je kon in de fotoboot. Je kon je nagels laten doen. Je nagels en volgens mij op die tweede ook al je haar. En dan op die derde was nagels, haar, make-up. Um, en dan heel veel uh, foodtrucks, um, drank. En dan heel veel andere standjes nog. Hè. Dus echt, kijk, verschillende merken en uiteenlopende dingen. Er was ook een granola-merk. Uh, oh ja, dat was echt zo. Kijk, verschillende dingen. Ik denk, vijftig standen in totaal. Met drinken en eten bij. En dan was het de show. Shoppen. Dan konden de mensen weer terug naar die standen, standen eigenlijk. Dat was aan de Flower Garden heette dat. Uh, die modeshow was ook weer met een zangeres, dansers, lichtgeluid. Het was echt allemaal gewoon ja, next level. En dan. Um, daarna was het ook voor de eerste keer afterparty. En uh, daar had ik echt heel veel schrik voor, omdat ik dacht: ja, ja gaan die mensen beginnen dansen? Je weet dat niet. Hè? En ook gaan er mannen komen. Maar ja, mannen komen waar vrouwen zijn. Dus er zijn heel veel mannen nog achtergekomen. Um, ja, En dat was eigenlijk echt. We hebben tot, en dan heb ik ook echt mezelf nog heel goed geamuseerd die avond. Nog, tot, om vier uur moesten we echt mensen buiten sturen. Maar, ja, we moesten echt wel stoppen op een gegeven moment. Dat was echt tof. En, um, ja, en dat shoppen is ook vlekkeloos verlopen toen die avond. Ik bedoel, er zijn zo veel dingen fout gegaan. Hè, maar kleine dingen waar niemand iets van gemerkt heeft. En wat mij altijd zo is bijgebleven, is achteraf zo die mensen die echt zeiden van wow, dat was echt top die avond. Zo. Ja, dat was echt nog nooit niet gebeurd, zoiets. Zo. Nog altijd heeft er geen enkel merk. En ik, ben, ik was dan niet eens een merk echt. <laughs> met dat nagedaan. Dat is zo graaf. Nee, dus dat, dat vond ik echt. En dan, die avond, heb ik echt de mensen zo het gevoel gegeven, het klasse of fashion gevoel. Dat was, dat wa, daar konden we dat echt beleven zo. En dat vond ik echt top. Dat was echt alles wat ik wou. W wanneer was dit? Uh, dat was in 2015, als ik me niet vergis. Kan dat? Ja. Dus pak dat is in 2012 begonnen, in 2015, 2016, hmm. ja, ik denk ik. En uiteindelijk opent je dan nog meerdere locaties, meerdere steden. Ja, dus ik ben dan in Gent geopend en dan diezelfde zomer in um, Knokke. Daar hebben we een pand helemaal verbouwd. Dat was dan ook mijn horecagedeelte en een terras voor 90 mensen buiten eraan. Dan heb ik die, na die zomer in oktober is mijn boek uitgekomen. Dan de zomer daarop hebben we terug Knokke gedaan en ook Oostende. En dan was het vijf jaar Klaas of Fashion. En dan heb ik uh, mijn merk verkocht aan zap. Hoe, die, wat waren de dingen op dat moment eh, rond de periode van die, van die show, die derde show, die, uh, die je moeilijker met andere mensen kon delen? De achterkant van heel die uh, van die mooie medaille, of van, dat, van dat, dat wat mensen zo of die vrouw wat je net zegt, zo sterk deed voelen in hun eigen vel of in hun leven, wat was voor u dan? De dingen waar je het moeilijk mee had in, in heel dat verhaal wat blijkbaar enkel maar positief lijkt? Um, ja. De grote zorgen die daar gewoon bij komen kijken. Dat is echt... Maar mijn gedrevenheid was toen echt wel zo groot dat die negatieve dingen nooit doorwogen. Um, maar dat is gewoon echt... Ik heb echt hard gewerkt, hè. Dat is echt iets dat precies zo soms dat ik ook zelf wel soms vergeet of onderschat nu, omdat dat zo Veraf al lijkt, maar ik heb echt, ik deed echt niks anders dan werken. Ik was ook niet meer present of zo, maar dat besefte op die moment niet. Hè. Ik was niet, ik was vaak wel fysiek bij mijn vrienden, maar ik was er toch niet helemaal. En zo de, ja, nu, looking back, zie je dat, maar in die moment was dat gewoon. Ik zei ook tegen mensen: als je met mij wilt afspreken, dan kom dan naar kantoor en dan helpt hij mij ondertussen. Maar ik bedoel, die prijskaart staan, die kleren, ja. Die komen er niet vanzelf aan. Dan moesten we echt gewoon met man en macht. Uh, ik organiseerde dagen met mijn vriendinnen. En dan kwamen er tien mensen helpen. En dan waren we gewoon hele dag prijskaartjes aan het schieten. <laughs> aan de kleren. En, 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 en ja, en mijn leven. Mijn, dat was gewoon. Klasse de Fashion was gewoon mijn leven. En dat is iets. Mensen zien inderdaad. Ook al toonde ik al heel vaak zo. Ik hey, ben aan het werk, of... Hey. Ja, zo het echt doen en het, dat, dat echt dat beseffen. Maar ah bon, ik moet ik daar geen prijs voor krijgen of zo? Hey. Ik bedoel, dat hoort er gewoon bij. Um, maar dat, dat, ik heb wel echt veel... Uh, veel en hard gewerkt. <laughs> um, dus ja, en de moeilijkheden bijvoorbeeld... Uh, net voor die modeshow waren de aanslagen daar op de, op de luchthaven. Ja, dan was er sprake dat die grote evenementen niet gingen mogen doorgaan. Hè. Stel je voor. Ja, dan ja dan heb jij wel die wagen gehuurd hè en dan is dat overmacht ja dat is echt gewoon daar is zoiets dat mensen niet bij stilstaan. staan hetzelfde mijn pand huurde moment dat je tekent voor dat pand tekende jij dat je drie jaar bijvoorbeeld 4.500 euro per maand gaat betalen en make it work dus ja. dat is zoiets dat ja dat Allee, dat is een dat zal standig zijn is een leerschool dat echt mijn ogen voor altijd geopend heeft op, op zoveel vlakken en op zoveel manieren. Dat ik wel vaak blij om ben dat ik dat heb allemaal meegemaakt. Uh, en dat ja, je vaak toch zie. Dat mensen dat, ja, ik vind vaak dat dat onderschat wordt. Eender wie dat onderneemt, als je gewoon freelance, designer. Allee, ik bedoel, niet gewoon, maar ik bedoel, zelfs al heb je geen huur te betalen, of huur, huur je geen pand of doe je geen grote investering. Dan nog moet je wel zorgen dat je elke maand genoeg werk hebt om rond te komen. Hè? Dus ik, nu ook met die corona, ja, ik vond dat ook zo. In het begin was er zo nog niets geweten van wat gaan mensen krijgen. Ja, ook al huur je geen pand of word, word jij niet. Hey, als je nu graphic designer bent, ja leuk dat je geen, allee, dat je geen pand moet huren, vindt de overheid dan. Eh? Oké, okay, nu uiteindelijk krijgen we wel iets, maar dan was ik echt zo van... kom aan, die mensen hebben nu ook veel minder... Allee, ja, ik bedoel... Dus ik vind zo, het zelfstandig zijn, uh, is een hard knock life gewoon. En ik denk dat veel mensen die dat niet hebben meegemaakt, niet weten wat dat is. En daar nogal soms luchtig over gaan. Maar dat was niet het antwoord op de vraag, eigenlijk. Zit jij zelf in de kern als ondernemer? Of als, als ik u vraag, was uw jobtitel, of als iemand u dat vraagt, wat, wat zit je dan in de kern? Want aan de ene kant zeg je, ik ben er eigenlijk wel ingestruikeld, of dat pandje kwam vrij in sint mm -hmm. klaas, of elver, whatever. Elverseel. en enzovoort verder. Dat, da, dat je daar, ja... Nee, nee, uh... nee, ik ben in de core wel ondernemer, ja. Want ik deed dat ook als ik kleiner was al, van alles. zo... Ja, ik ondernam graag dingen, en dat doe ik nog altijd heel graag. Um... Dus inderdaad, ik denk wel uh, dat ze het echt wel in mijn bloed, en dat heb ik wel van mijn ouders en mijn papa zijn, langs mijn papa zijn kant zijn er heel veel uh, broers en zussen ook zelfstandig. En um, ja. Ik denk ook omdat ik zelf vaak weet hoe dat ik het wil en denk dat ik het zelf beter kan. Alleen, ik merk nu ook gewoon, voor mezelf iets doen geeft me zoveel meer voldoening dan voor iemand anders iets doen. Dat is gewoon bij mij zo als de ZEP naar u komt met voorstel, of ik weet niet hoe dat juist gegaan is, maar met dat initieel voorstel, aan wie vraag je dan raad? Mijn broer. Mijn broer. Mijn businesscoach. Mijn financieel adviseur. Kurt. Kurtje. Dat is echt een toffe mens. Dat is mijn boekhouder nu ook en die kan alles in mensen taal uitleggen. Dat is heel verhelderend. Dus, maar mijn broer is wel echt... Mijn broer my brother is everything. In het leven, maar vooral in het ondernemerschap. ook, Hoe is dat proces gegaan? Hoe kwamen ze? Want je doet bijvoorbeeld die shows, je uit en dan uiteindelijk neem je er toch afstand van. Hoe was dat proces? Ik begon, ik weet nog, het moment dat mijn boek uitkwam. Dat ik voelde oké. Okay, dit moet toch eigenlijk de time of my life zijn. Ik bedoel, dingen waar ik zelfs niet van heb durven dromen vroeger komen uit. Ik bedoel, this is more than I ever wanted. Ik bedoel, we hebben ook closet sales georganiseerd en ik weet nog dat. Dat was dan bijvoorbeeld wel een zieke droom. Ik weet nog dat ik op de melkmarkt zat en dat ik zoiets gezagd van Jani of zo. En dat ik dacht van, amai, hoe cool zal dat zijn als Jani ooit weet wie ik ben. Gewoon dat al. En dan, met die derde closet sale, dat waren ook groot, redelijk grootschalige evenementen dat we gedaan hebben, um, hebben zij de tweede of de derde keer naar ons gekomen met Jani TV. Van ja, kunnen wij meedoen? Ik weet nog dat ik die telefoon ophing en ik was zo mega cool, dus zo van, Ja, toen ik er ik ga eens met mijn PR-manager overleggen. En dan zo daarna zo. Aaah! En dan naar elke geval oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Jani, gaat ja, komen, dan he, Jannie gaat komen. <laughs> en dan zo die dag ook zelf zo: hey, Jani, zo casual. En van binnen was het echt van: oh my god. En um, ja, dus dat zijn zo allemaal dingen. En dan ook die boek bijvoorbeeld. Dat, ik wist wel dat dat echt zot was. Maar ik voelde dat niet meer zo. Ik was echt... Ik was echt moe. En ik was heel... Uh... Die drive om s'morgens uit mijn bed te komen, die had ik niet meer. En ik weet nog dat ik toen eens tegen mijn vriendinnen gezegd heb van... Alle dingen die ik vroeger leuk vond, vind ik nu niet meer zo leuk. Zo gewoon ook mijn vriendinnen afspreken. Pff, ik had er echt geen zin in. Zo, de dingen die mij vroeger energie gaven, waren echt moeilijk. En die boek. Ja, die boek was echt zo het kerpunt. Zit je dan op de boekenbeurs? En ge... Of is het tijdens het maken van die boek? Nee, net voor de lounge eigenlijk. Ben ik dat beginnen beseffen. En dan daarna heb ik, ik inderdaad nog op de boekenbeurs. En ik, ik ben altijd zo uh, blijven gaan, wel gewoon. Ja, kon ook niet anders. Ik bedoel, ja, show must go on, dat was al echt zo. Ik die winkels, ja, je kunt geen in je bed gaan liggen, hè. Dat gaat niet, hè. Die, die, nee, ja. Dus, um, maar toen is het meer en meer zo dat besef gekomen. En dan is er ook zo nog een moment geweest dat ik echt besefte van, oké, okay, dat was die moment dat ik mijn neus gebroken heb en dat ik echt verplicht moest rusten en neerliggen en ook echt niks kon doen. Het is dus even op mijn gsm en zo, want ik had toen ook heel veel hoofdpijn altijd. En uh, toch die eerste week. En dan was dat wel zo van, hmm, misschien is het een teken. Dat ik even echt gewoon moest rustig aan doen En van op een afstand kijken naar wat er aan het gebeuren is. En die winkel in Oostend ging dan normaal die dag daarna opengaan. En die is dan ook opengegaan. Maar zonder grote, zonder pers uh, aanwezig en zo. Maar ik weet nog dat ik toen ook zo besefte van, die winkel gaat nu open, maar... Allee, ja, zoals Marie-Kondo zal zeggen, dat is het spark joy om die te hebben. Ja, nee, allee. voor mij kan die er evengoed niet zijn. Dan maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. En toen dacht ik van ja, oké, okay, maar dat is toch allemaal niet normaal? Maar dat was zo'n hele soort van uh, extreme interne strijd: van dit is toch wat je allemaal wou? En zoveel mensen willen wat je hebt. Want dagelijks kreeg ik berichtjes van meisjes die zeiden: oh, Ik wil ook zo graag een winkel zoals u. Of ik kijk zo hard naar u op. Ik vind dat fantastisch wat jij allemaal doet. En die dan zo precies doen alsof jij superwoman bent. En jij zit thuis in je bed te, te blijten. En je leven kan precies niet vreselijker zijn. En dan denk ik: ja, Oké, okay. wat de fuck is er mis met mij? Wat, wat is dit eigenlijk? En dat was echt zo. Ik voel me heel ondankbaar. Ik heb me lang heel ondankbaar gevoeld: Van... hoe kun je dit nu niet willen? en wat wilt je dan wel? wat 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 En plus, je houdt ook wel echt extreem van hetgeen dat je ge gecreëerd hebt, hè? Dat, allee, dat, was wel raar om daar dan ja houdt ervan, maar tegelijkertijd, dus ja, ik, ja, je kunt dat misschien wel een beetje vergelijken met een soort van liefdesrelatie dat je, je ziet iemand graag, maar dat je eigenlijk een duur weet van, maar dat duurt lang, hè? Vooral dat je beseft van, misschien zijn we eigenlijk beter zonder elkaar. Of misschien moet ik er beter afstand van nemen. Um, dus dat is echt een heel lang... Dat is toch een jaar, een jaar en een half... In ...totaal geweest dat ik daar mee in mijn hoofd zat. En dan, op een gegeven moment heb ik dat uitgesproken... ...tegen mijn broer, euh, allez, tegen de mensen in mijn omgeving. Van ja, ik weet niet of dit nog is wat ik wil doen. En dan... ...eigenlijk... Vind ik dat ook, allee, dat vind ik eigenlijk echt chapeau van mezelf. Ben ik echt op zoek gaan naar oplossingen? Alleen zo van: oké, okay, wat kan het dan zijn dat ik nu doe? Uh, verkoop ik die winkels in zijn totaal? Wat, wat wil, ik, wil ik gewoon stoppen? Want er waren echt momenten dat ik het gewoon echt. En ik denk dat dat ook iets is dat, alleen dat ik zelf soms een beetje zo vergeet. Um, en dat heel veel mensen ook soms zo niet beseffen bij mij of zo. Maar um, er waren echt veel dag dat ik gewoon niet uit mijn bed wil komen. Hè. Dat ik echt gewoon dacht van, ik wil gewoon niet meer leven. Ik vind het echt niet meer leuk en ik weet niet. En allez, ik vergeet dat soms precies zelf ook wel al, omdat ik me nu wel echt beter voel. Maar zo echt denken van, ja... Ik is zo gewoon geen uitdaging zien. Heb ik echt lang gehad... Maar ik heb me dan toch, ja, ik vind dat eigenlijk wel echt zot van mezelf, kunnen herpakken. En um, ik heb echt nog veel werk verzet in die periode. En ik ben dan effectief gaan zoeken naar een oplossing. En dan daarna, als dat dan uiteindelijk die deal met Zapp rond was, die ontlading, ga ik wel echt nooit meer vergeten van... Oh, en dan dacht ik echt van, amai, daar moet ik echt... Dat moet deel worden van mijn levensmissie. Om zo mensen te doen inzien. Hoe, hoe diep dat je ook zit. Of hoe ver dat je ook voelt. Van hier raak ik nooit meer uit. Er is altijd wel een manier om eruit te geraken. Alleen dat was echt zo. Een soort van. Ja, ik had dat ook nog nooit meegemaakt. Om echt zo. Dat gevoel te hebben. En dan heb je ook echt zo wat gevoel. Van uzelf kwijt te zijn. Ik was echt zo zoek, op zoek naar waar is die Laurentien die alles zo graag deed en die zoveel enthousiasme had en die zo overal binnenkomt en happy is en blij is. En ik was gewoon elke dag een soort van enthousiaste explosie van mezelf. En die was helemaal weg. Die Laurentien was er gewoon niet meer. Ik wist echt niet waar die was. Dat was zo raar en zo beangstigend. En dan, ja... De, de, ja, er komen zoveel dingen bij kijken, zoals inderdaad die ondankbaarheid. Daar heb ik echt heel lang gehad van allee, Hoe kunnen dit nu niet, niet willen? Hoe kunnen die hier nu mee willen stoppen? Je, je ging toch. Ja, dat was echt. klasse uh, Fashion was altijd alles. En ik was klasse Fashion, Klaas of Fashion was mij. En dan ineens wilde dat niet meer. En dan denk je, ja. Maar nu, wie ben ik dan nog? Zonder klasse of Fashion. Wie ben ik? <laughs> wie ben ik in godsnaam? Zo, dat... Zo. En zo soms heel echt dwaze gedachten. van, ja, gaan mensen mij nog leuk vinden als ik stop met Klaas of Fashion? Allee, ja, dat is echt zo eigenlijk belachelijk om dat te denken, maar toch. Denk je dat, hè? Ja. Ik weet al niet meer wat de vraag was, ik hoop. Ik ben waarschijnlijk al tien minuten aan het praten. Allee, ik bedoel, in totaal al langer, hè, maar als antwoord op die vraag... van waar, denk je, dat dat gevoel van die ondankbaarheid kwam? Ja. Ik denk, ja, omdat omdat de maatschappij u soort van wel meegeeft dat succes en het haal van succes u gelukkig zou maken. Of dat had ik toch zo zelf in mijn hoofd, van oké, okay, ik leefde altijd zo naar het volgende, dat ik wou bereiken. En dan denk ik: van ja, dat gaat mij gelukkig maken, dat gaat mij gelukkig maken. Te weinig stilstaan bij wat er gebeurt. En dan op een gegeven moment het niet meer te goed beseffen ook. En dan ja, ik denk ik zo: van Allee, je bent toch succesvol. Hoe kan dat nu dat je dan niet blij zijt? Ik denk dat dat daarvan komt: van ja, dat is dan toch ondankbaar. Je bent succesvol. Doe het goed. Waarom zijn ze dan niet blij? <laughs> Dom kind. <laughs> ah ja, zo snap je, je het echt zo. Ik had echt zo'n zo'n negatieve gedachte. Um, ja, daarvan denk ik. Ja, en omdat je zo merkt dat inderdaad veel mensen zo opkijken naar jou en jij, jij voelt je dan eigenlijk zo de grote mogool die het moeilijk heeft. Allee... Hmm. Hoe, hoe zou je dat nu beschrijven, het gevoel dat je toen had? Als het niet ondankbaarheid is, of als dat niet het juiste woord is voor die situatie, was het dan wel? Of je komt morgen iemand tegen waar dat je jezelf in herkent. Wat zeg je dan tegen die persoon? Ja, ik, ik denk, ik was echt burned out. Hè? Dat was het wel gewoon. En iedereen maakt dat volgens mij op een andere manier mee, en iedereen ervaart dat anders. Um, maar um, Ja, mijn moment, ja gewoon echt... Ja, op. Ik was echt, echt ook op. Ik was moe, ik was... Ik had ook constant migraine. Over het laatst had ik dat nog eens en ik dacht van, wow, dat is echt lang. Dat is echt... En vroeger had ik ook, tijdens klasse fashion, een vriendin van mij had een paar weken geleden een keelontsteking. En eens moest ik aan denken. Ik had echt onder de drie maanden een keelontsteking. Hè? Gewoon van vermoeidheid. Mijn broer had dat ook. Die werkt ook echt overdreven veel. Maar die, die mens krijgt maar geen burn-out. Maar die uh, heeft zijn allemaal, afwijs van ja, zijn allemaal, denk ik, dan, laten weghalen, zodat hij dat niet meer zou hebben. En ik was dat ook aan het overwegen, omdat ja, gewoon elke drie maanden kreeg ik dus een keelontsteking ongeveer. Dat was echt gewoon puur vermoeidheid. Maar ja. ja. En dan zijn zij op een gegeven moment ook dus mentaal op. Terwijl je lichaam al lang signaal je maar geeft. Ja. Was het moeilijker omdat je toen niet meer met je vriend samen was? Oh, nu nee, heeft er niks mee te maken. Want uh, wij zijn uit elkaar gegaan uh, net toen ik naar Nationale Straat verhuis ben. Oh ja, drie maanden later of zo. Dus uh, nee, totaal niet. Um, ik heb wel ook een keer ontzegging gehad toen het gedaan was. Alleen, ik bedoel, dat was echt um, een heel dramatische situatie, helemaal op het einde. Dus dan, uh, maar de reden waarom het ook, alleen van deel van de reden uh, waarom het ook gedaan was toen, of waarom ik toen zijn grief gepakt heb en uh, weggebracht heb. Wacht, je hebt zijn gerief gepakt en weggebracht. Ja, die was niet gekomen op een avond en dat was echt al veel gebeurd. En was ik het echt al beuren, heb ik gewoon al zijn gerief in zakken gestoken van een Ikea. En dan heb ik die naar zijn ouders gebracht. En daar was hij dan ook uiteindelijk, want hij was niet naar huis durven komen dan. Waarschijnlijk. Had, ik ga de mensen niet vervelen met dat verhaal. Maar um, ja. En de, ja. Dus de reden, een deel van de reden was omdat ik. ik Zoiets dat van: Oké, okay, kijk, er zijn nu mensen bij mij aan het werken en zo. Ik ben hier wel echt serieus met mijn business bezig. Ik heb echt geen tijd om wakker te leggen, s'nachts ook nog eens van mijn vriend die niet thuiskomt. En dan weet ik veel welke drugs zit. Ja, dat ging gewoon niet. Ik wou mij focussen op mijn werk. Als je zegt, ja, mijn vriend die niet thuiskomt, dan denk ik wel niet meteen dat hij dan bij zijn ouders is of zo. Dat hij niet naar huis durft. Ik denk dat dan aan. Nee, maar die heeft, weet ik veel, waardenacht doorgebracht. Mm. Die wordt wakker, die denkt: shit, ik ga nu echt niet naar Laurentien Allee, of naar huis. Dus ik rijd dan naar mijn ouders en ik ga daar mijn roes uitslapen. En ik zie dan wel weer misschien hoe ik het ga aanpakken. Hm. Dus dat was eigenlijk de situatie. Ja. <laughs> oh, langere loge tijden. Die, uh, die, die deal met Zep of die overgave, dat betekende dan dat jij operationeel er niet meer mee betrokken waard, maar alleen creatief dan nog, wat je daar straks zei, dat je met die collectie nog bezig bent, maar ja. dat je eigenlijk operationeel de winkels... Nee, ja. de, de winkels de verkopen, zijn... Ja, dus de winkels, die pasten sowieso niet in hun concept, maar... En ik wou, ja, die winkels, dat was echt... Ook, dat woog ook zo zwaar op mij, om constant... Dus wat, wat, wat mij zo moe maakte, deels daarvan, was ook gewoon dat... Operationeel, hè? zo dat runnen van die winkels en onduur. Werd alles wat ik leuk vond en creatief en zo. Gelukkig raak maar ideeën uh, tot de realiteit brengen. Ja, dat ging ook om een duur. alleen bedoel, we zijn een serieus bedrijf bezig. Dus je ja, kunt niet is... meer van de ene op de andere dag iets kunnen uit je ja. maal schudden. En er is een verschil tussen één winkel hebben waar je zelf in staat of boven ja. woont of vlakbij betrokken of nou bij betrokken bent, waar je zelf alles in handen hebt. Maar als je dan met meerdere winkels begint, je moet je beginnen delegeren en... Oh. Oh, ja, dat was echt een hel voor mij. Ja. Als je dan komt van het uh, meisje, de 19 of 20-jarige die thuis petjes zit op te naaien, dat is die... Die zorgeloosheid, zo dat, dat initiële van ik doe dit jaar omdat ik het wil doen. Ja. Maar dat is heel anders dan drie, vier winkels. Ja, dat alles voelde als moeten. Ja. En bij zo'n zo show kan ik me voorstellen, maar verbeter mij. Maar dat, dat is een project, je werkt daar naartoe. Je kunt dat makkelijker afbakenen. Ja, zo'n winkel of meerdere winkels. Nee, dat blijft dat is gewoon gewoon. Elke, ja, elke dag opnieuw. Ja. Week ja. na week, dag, allee, dag ik, na dag. Ja, ik ben snel verveeld ook wel. Allee, ik was niet verveeld per se in die winkels, maar. Het ja, was repetitief gewoon. Ja, en het wordt ook stom, hè, maar het aankopen. Dat was vroeger, dat vond ik het, het leukste wat er was. Ja. Als je drie winkels hebt, betekent dat dus dat je een financieel adviseur hebt. Allee, I love Kurt, hè. Maar die begint dan te zeggen hoeveel rokjes je mocht kopen. En dat je misschien eigenlijk wel al genoeg t-shirts hebt. Dus ja, t-shirts moest ik zeker niet aankopen. En ik moest me dan aan dat budget houden. En uh, soms ja, was dat dan ook van, ja, je moet zeker zoveel kopen. Omdat je winkels goed vol liggen. Ik ja, ging toch geen lelijke kleren kopen, gewoon omdat hij zei: Je moet aan dat budget geraken. Ah, ja, allee, ja, dat zijn zo van die dingen, maar dat, dat, dat werd allemaal zo te. Ja, mijn coach zegt dat, dat is dan. Ik heb eigenlijk hij heeft nog nooit iemand gezien die zoveel geel heeft. Dat is zo het creatieve, het empathische, het emotionele. En zo weinig blauw. En blauw is zo het structurele, administratief. Je verwijst naar dat ding met die vier kleuren: blauw, ja, groen, geel, ja. rood. Ja. Dus ik heb zo weinig blauw en zoveel geel in één persoon. En ik moest altijd heel hard mijn blauwe broek constant optrekken, zegt hij, voor mm -hmm. de dingen gedaan te krijgen die moesten gebeuren. Ja, en om een duur gaat dat niet meer. Mm -hmm. um, nochtans, ik was gewoon omringd, hè, maar dan nog, in die end, komt het altijd wel op u neer. Hè. Dus um, ja. Wanneer is die verkoop of die overgave doorgegaan? Uh, 23 oktober 2018. Hoe voelt je vandaag, anderhalf jaar later, als je er nu zo op terugkijkt? Blij. Ja, ik ben echt wel nog altijd heel dankbaar en blij en trots ook wel op mezelf. Zeker als ik het mezelf nu weer eens hoor vertellen. Zo van I did that, zo allemaal. En dat ik daarna ook heel hard zo van. Ik kon precies eindelijk terugkijken: Van, my. Dat is zoiets dat je zo. Want daar was ik ook altijd bang voor, dat dat soort van in de vuilbak ging geworpen worden of zo. Terwijl dat eigenlijk meer iets is van, oké, okay, kijk... Want ik dacht ook altijd dat Klaus of Fashion dus hetgene was wat ik ging doen. En als ik daarmee ging stoppen, ja, wat dan? Maar dan ben ik zo beginnen inzien van, oké, okay, maar misschien was dit het eerste wat ik ging doen. En misschien kan ik dat op mijn schap, zoals dat jij die boeken hebt staan, kan ik dat een mooi plaatje geven, naar kijken, bewonderen, fantastisch vinden... En dan is iets nieuw beginnen. Zonder dat dat zijn waarde ooit verliest. En dat vond ik... Daarna heb ik... Allee, toen ik dat aangekondigd heb en die... Allee, gewoon nu dat laatste jaar ook. Ja, ik kan daar echt zo op terugkijken van... Ja, dat is echt goed Ik bedoel, ik heb dat gedaan en dat was echt tof. En, en ook... Zelfs die momenten van... De lowest lows wow, hebben mij zoveel kracht gegeven nu. Dat is raar dat je op die momenten soms zo moeilijk... Ja, dan voel, dan voel je dat niet, dan zie je dat niet. Um, ja. Maar ik dacht ook wel dat eens dat het dan helemaal rond ging zijn en, en afgerond ging zijn, dat het makkelijker ging zijn om... Ik dacht, ja, die burn-out komt door klas of Fashion. Dus als of Fashion... Zo van weg is, allee, of op die manier dat ik hmm. het niet meer leuk vond, weg is, ja, dan is al, zijn alle problemen opgelost. Dan is Laurentien gewoon volledig terug zoals vroeger. Maar dat heeft wel tijd nodig gehad. Hmm. Dat was echt niet zo van, oh ja. Ik dacht van, ik kan naar Bali gaan en in Bali gaat alles zorgeloos zijn en alles gaat. Maar dan word je zo geconfronteerd met jezelf en dan denkt je zo, ah oké, okay. ah ja. Ik ben wel nog altijd die Laurentien die veel te streng is voor zichzelf. Ik ben nog altijd die Laurentien. Die zoveel beeld. Ook al weet je nu niet wat. En In het begin was het zo van... Oh ja, yeah, alles kan. Ik kan alles doen. En dan zo aan een tijd was het zo van... Ja, oké, okay, ik kan echt alles doen. Want ik weet, als ik iets wil, dan kan ik het. Maar wat ga ik doen? <laughs> en dan was het zo... Shit. Ja, en dan was dat toch wel even de struggle. Hoe ver procentueel zit je op je re recuperatie... Ja? Traject. Oh, dat is een goede vraag, komen. Uh, oh, we hebben eindelijk een goede vraag. Nee, Je hebt al heel veel vragen gesteld. Maar, uh... Je hebt trouwens iets. Ik vind dat. Um, ik ik hou daar Nee, ja, wacht. Um, uh, hoe moet ik dit zeggen? Je hebt iets heel kalms. Als, als ik u tegenkwam, de eerste keren dat ik u tegenkwam. Uh, eerste indruk was veel drukker, praatzaam, spraakzaam. Maar als ik nu met uw babbel, valt mij heel hard op dat je eigenlijk heel, 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 ja, heel kalm bent. Ja, wel, dat is iets. En, en ja. ik, heb de, ik, zat zo, ik heb de kans gehad om naar een babbel met u en uw ouders te luisteren. Dat kwam daar, u zult zelf maar beslissen in welke mate dat, dat, dat publiek gemaakt wordt of niet. Maar als ik daar die uh, stukje van beluisterde, herkende ik daar ook een bepaalde kalmte die jij... Maar misschien moeten we daar zelfs wachten, misschien moeten we daar zelfs op terugkomen. Um, ja. Maar dat valt mij nu op. Ja, hiermee trok deze week foto's van mij en die zei ook... Jij kunt eigenlijk zo veel kalmte uitstralen ook. Mm -hmm. Maar ja, is wat. dat is inderdaad ook niet per se hoe ik mezelf zie, maar ergens ook wel... Ja. Maar oké, okay, we zullen het er straks over hebben. Uh, recuperatieproces, um, ik zou zeggen 75%. Ik zou willen dat dat al 90 is, maar ik, als ik heel, heel eerlijk ben, dan is dat well, misschien 70% eerder. Mm, omdat ik wel nog dagen heb waar ik struggle met die uh, gevoelens die ik uh, toen had. Minder en minder. Um, allee, met die gevoelens die ik toen had in de zin van zo'n bepaalde. Dingen die je doet, of ja voelt, of die, dat, dat ik dan toch daarvoor, maar ik was ook jonger, nooit ervaren heb. Zo. Zo, dat, dat, dat je echt kunt voelen van mij, vandaag is het echt een moeilijke dag. Ik zal zo graag gewoon in mijn bed liggen. <laughs> zo, um, gebeurt wel echt veel minder, maar die 30% gaat dan vooral nog over um, potentieel en groei en. Dat ik nu zelf heel duidelijk zie dat ik wil maken waar ik mee bezig ben. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Ik wil mezelf eigenlijk constant verbeteren. En... Maar verbeteren niet in de zin van. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Verbeteren om gelukkiger ook nog te zijn en nog meer rust te hebben en nog meer tot de essentie te komen van het leven en mijn zijn en mijn plaats in de wereld en uh, dat allemaal. Vroeger was alles meer gefocust op die zaak goed doen en nu ben ik echt heel hard gefocust op mezelf goed doen en van daaruit dan andere dingen gaan doen. En daarom heeft het ook zo lang geduurd voordat ik mijn nieuwe project was starten, omdat ik zelf voelde dat ik echt nog niet daar was om mezelf terug op iets nieuws te storten. If it makes sense. Hmm. Wat ik vind dat helpt om daarover na te denken, is dat je ik wil niet voor u spreken, maar zo zou ik dat samenvatten, dat je als je Clouds of Fashion had, ging het eigenlijk om meer groeien, meer winkels, meer collecties, grotere shows. En de, en de manier waarop je vooruit gaat is door te groeien. Uh, meer uh, en zo verder. En wat je nu zegt van die persoonlijke groei, denk ik dat je net moet omdraaien. Je zegt bijvoorbeeld: Ik wil meer rust zoeken. Maar ik denk wat, wat mij helpt om erover na te denken is: Ik wil minder onrust. Ik wil meer naar een kern gaan en niet: Ik moet nog dit en dit en dit. Maar gewoon, wat zijn misschien de slechte gewoontes die ik heb, die ik kan afleren. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik voel mij slecht op een moment, dat gaat niet aan mijn dag bepalen, maar ik ga mij wel toelaten om een half uur of een uur gewoon in mijn bed te blijven liggen, of het maakt niet uit, mm -hmm. wat, wat, wat ik ook nodig heb. Ja, exact. Of, of je eet eens een keer iets wat niet in je, in je dieet past, of je, je ontmoet een mens die je dus eigenlijk liever niet had ontmoet, dat je daar gewoon niet heel je dag of week of maand laat verpesten, maar dat je... Ja, ja dat... Veel, ik ben veel verkracht, veerkrachtiger ook wel op dat vlak, maar... Um, Inderdaad, minder. Ja, dat is wel wat gezegd is waar vroeger was het meer, 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 en nu is het inderdaad minder willen moeten, vooral minder ja. moeten. Maar hoe moeilijk is dat voor iemand met 50.000 volgers, met een heel wel, met een vrij publiek leven. Met een, want en dat komt denk ik ook terug op, dat sluit aan bij wat ik daarnet net zei, van die rust. Um. Ik kan me voorstellen dat veel mensen van u, of je dat nu wilt of niet, een beeld hebben van u. Of dat nu cloud of Fashion is, of uw sociale media, of uh, de dingen waar je aan, aan deelneemt. Um, die, 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 die balans tussen... Um, je hebt een bepaalde bekendheid, een bepaald gewicht aan uw acties. En, en dan jij die op zoek zit naar, ja, was misschien rust. Waar, waar, hoe kan ik mijzelf meer vinden? Die essentie is dan... Hoe, hoe, ik weet niet wat de juiste metafoor is om, om die dingen, of dat op een spectrum is of, of, of een balans. Ik weet ook niet exact wat ik, wat ik probeer te vragen, maar die... Nee, maar ik, ik denk dat ik wel um, snap wat je bedoelt. Dat kan heel tegenstrijdig overkomen dat je op zoek bent naar meer rust en naar jezelf en dat en tegelijkertijd zoveel deelt, omdat je net zou denken van ja, ik. Smet al eens van die social media en gaat dan eens kijken. Maar zoals ik al zei. Nee, wacht, ik ga je onderbreken, omdat ja. dat is niet exact, dat, nee. want daar wil ik zelfs op terug. Dat is nog iets anders. Het gaat mij niet om het, het delen of je te veel, te weinig deelt, want daar heb ik een van uw artikels onderlijnd. Daar ga ik zelfs op terugkomen. Maar mij gaat het om de, de, de balans tussen de perceptie dat mensen van u hebben. Ja, en wie jij echt, echt bent. Ja, dus dat is echt heel moeilijk. Dus ik heb nog maar net recent, eigenlijk, een soort van, ongeveer een half jaar, iets gehad met iemand. En die had dat er zelf, hij had dat daar heel moeilijk mee. Omdat, zoals jij zegt, wat gedeeld zijn, snippets, dat zijn kleine fragmenten van je leven. Zelfs die vlogs, als ik, dat, als ik een weekvlog maak, is dat een kwartier. Je kunt nooit je week volledig tonen in een kwartier. Dus hoe dan ook, zijn er altijd fragmenten. En ik ben heel uitbundig en zoals jij mij die eerste keer gezien hebt, dat vind dat ben ik 100% en dat heb ik, die momenten heb ik heel vaak. Maar ik ben inderdaad ook Laurentien, die s'morgens twee uur voor zichzelf neemt. Nu, maar ook vroeger probeerde ik dat al. Wel veel te weinig toen, maar. Um, en die graag haar gsm op vliegtuigmodus heeft staan en even niet wilt antwoorden naar iedereen en gewoon op zichzelf is. Of die graag, zoals nu, dit gesprek voert en... Ik, bij, ik kan ook echt heel rustig zijn, maar die momenten leg je niet per se vast. Of dat is ja, toch een soort van... Dat toont je minder op een of andere manier, of... Of ik toon dat dan minder? Ik weet dat niet, maar dat, dat is wel... Dat is zoals ik heb vriendinnen die zeggen, maar ja, moest ik u niet kennen, ik zou mijn vrienden niet zijn, ik zou u niet volgen op social media. Ik zou ook niet denken dat jij een vriendin van mij kunt zijn. Gewoon, omdat die vinden van, ja, oh, wow, dat is zo'n hysterische griet. Hm. Terwijl ik gewoon ook inderdaad heel rustig ben en niet altijd alle aandacht op mij wil en... Uh, ik kan eigenlijk ook echt andere mensen... Allee, ik ben sowieso wel een praatwaterval en... Ook niet iedereen wordt een meme voor lesbiennes, natuurlijk. Nee, nee, nee. Ja, zeker niet. Nee. Huh. Um, ja, dat verhaal is... Uh, Kobe refereert naar een uh, foto die ik dus van mezelf gepost heb met een bebloede neus. En waar dat ze dan een meme van gemaakt hebben die helemaal het internet is rondgegaan. Um, ik weet al wat erop stond. That time of the month for a lesbian. <laughs> dat, is, dat is wel grappig. Dat is echt goed gevonden. Dat is echt hilarisch. Maar um, ja, maar dus die persoon waar ik dus iets mee had, die vond dat dus ook... Die zei van, ja, je kunt wel zo hard willen dat dat echt is, wie dat je zei op die social media. Hij vond toch dat dat ook niet... Ja, dat ik toch niet. Dat ik toch zo anders ben dan in het echt. En dat ik ook gewoon zo rustig kan zijn. En inderdaad, zo kalm. En die vond dan ook zo van ja. En als je, toch, als je die camera vastpakt, dan praat je toch anders. Ja, ik vind dat dus niet. En heel veel van mijn vriendinnen zeggen ook van niet. Maar ja, hoe dan ook. Ja, het is zo moeilijk om een echt, echt, echt. Dan zouden ze me eigenlijk al 24 of 24 uur moeten volgen met een camera. voor te kunnen eigenlijk zorgen dat het echt, een echt realistisch 100% beeld is van wie dat ik ben. en dat gaat gewoon niet. Ja, of het medium dwingt u gewoon. Het medium maakt het gewoon onmogelijk om dat deel te tonen. Ja, ja nogthans, de, de dingen waar we nu over praten. schrijf ik wel in tekst neer en deel ik op die manier. Maar natuurlijk, als ik een filmpje maak kort over iets dat net gebeurd is, ga ik dat waarschijnlijk niet zo rustig vertellen zoals ik dat nu doe en mijn hmm. tijd nemen. Je hebt ook inderdaad maar 15 seconden per frame. Dus ja, dat is, ja, dat is toch um, anders. Als je het kon veranderen, zou je het, wat zou je dan veranderen? Aan, aan, aan de situatie zoals die vandaag is? Of bijvoorbeeld... Maar ik, ik, wat je net verteld wist ik niet op voorhand, van dat je bijvoorbeeld iemand probeert te daten. en daaraan merkt je, of misschien zelfs met je ouders, maar laten we ons bij dat daten houden. je merkt dat, dat de realiteit zoals die is, jij met, u, met het feit dat mensen een opinie van u hebben, van uw sociale media's of dat boek of cloud of fashion of andere dingen. maar dat dat dan botst met, of dat dat interfereert met. een persoonlijke relatie die je probeert op te bouwen met iemand of met, mm -hmm. zelfs met vrienden daarnaast. Is dat, is dat iets? Is dat, hoe ziet je ga evolueren? Waar, gaat de, de gravi, waar, waar zit daar het, het zwaartepunt voor u? Wat, wat wordt daar voor u in de toekomst het, het aandachtspunt? Goh, ik denk dat ik vooral als ik post, sta ik achter. En is echt. Voor mij op die moment. En ik wil dat niet veranderen. Dus ik heb op een gegeven moment. Het is nu drie, vier maanden geleden. Was ik ik wil eigenlijk gewoon iets vertellen in de camera. Dus ik, begin, ik pak mijn gsm en ik begin te praten. Maar nadat ik dat vertel, raak ik geëmotioneerd en begin ik dus te huilen. Wat dus eindigt in, in, in dus vier frames of zo. waarin ik praat en huil tegelijk. En op die moment is die persoon op ski vakantie met zijn vrienden. En Sineklaas, ja, sorry voor alle mensen van Sineklaas die luisteren. Die hebben het toch precies nog moeilijker met zo van die dingen die online komen. Terwijl zoveel mensen, als je wat influencers volgt uit Nederland bijvoorbeeld. en je kijkt wat vlogs, dan vinden daar echt niks raar aan. Want ja, die delen echt nog, nog meer als mij. En um, ja, dan. Want ik heb over laatst ook door Knak uh, geïnterviewd geweest daarvoor. Um, ik vind dat daar dan... Ik denk daar dan ook niet langer over na. Dus ik, ik, ik neem dat op. Ik denk, oké, okay, dit, dit was het moment. Uh, pff, ik zet dat erop. Maar... Want als ik daar langer over zou nadenken, dan zou ik nooit nog iets posten. Dan zou ik niet die, die eerlijke, diepe gevoelens altijd telen. Want als je daar te lang over nadenkt, van wow. Dan had zoveel mensen gaan dat lezen. Zoveel mensen kunnen een mening vormen. Zoveel mensen kunnen er iets over zeggen. Ja, dan post je niks niet meer. Dus ik wil dat echt blijven doen. Van dat gewoon erop te smijten. Op het moment dat ik denk, oké... Okay, maar om dan, ik ga niet zeggen dat ik dat niet moeilijk heb, maar dat mensen dan durven zeggen van, allee, durven zeggen, ze mogen dat zeker zeggen, van ja, dat kan toch niet echt zijn of, ah, aandachtshoeër of uh, is die labiel of zo, ja, ach, nee. <laughs> um, en als dan inderdaad je persoonlijke relatie met iemand, als die persoon dan zelf daar door meningen van anderen in twijfel trekt wat jij doet, of dat dat dan juist is of niet, ja dat kwetst super hard. Zeker omdat je met die persoon al een gesprekken hebt gevoerd over het feit dat hij dat wel snapt wat ik doe en dat hij wel begrijpt waarom dat mensen daar iets aan hebben en waarom die begrijpt heel het concept van mijn social media. Tot het moment, alleen achteraf is dat dan wel weer uitgepraat geweest, maar op die moment komen dus heel veel mensen van zijn omgeving naar hem van ja, wat the fuck, heb je dat gezien? Ben ja, je normaal? Heb je dat erop gezet, Ja, Als één, ik wil niet iemand die zich laat beïnvloeden door de meningen van anderen. En twee, ik wil niet het gevoel hebben dat iemand twijfelt aan... Ik ga toch ook niet als iemand zijn job nu bijvoorbeeld... Ja, brandweerman is een verkeerd voorbeeld, maar stel nu dat iemand brandweerman is... Ik ga toch ook geen oordeel, oordeel vellen of dat, dat een nuttige job is om te doen of niet. En ik bedoel, ik wil dat die ook gewoon mijn job, in, of wat ik doe, in waarde laat. Die mag daar wel zijn eigen mening over hebben, maar je gaat toch niet... Ja, ik weet niet. Maar het is natuurlijk een heel moeilijk en delicaat onderwerp, want heel veel mensen hebben daar een heel andere mening over dan mij. Um... En ook, er is een verschil van buitenaf en de andere van binnen... Een... Bij, je, je kunt nog zeggen, ja, ja ik vind dat ah, zus of zo erg, niet erg. Maar dan, inderdaad, zijt jij de vriend of de vriendin van en zeggen al uw vrienden tegen u van zich. Er eh? is mm. dus dus ja, een ja. verschil tussen de, de theoretische discussie voeren ja. en de effectief. effectief in de realiteit erin staan. Ja. Want dat is ook een van de, van de blogpost, Dat is een thema wat ik vaker bij u zie naar boven komen: van je um, krijgt commentaar, kritiek. Uh, subtiel, minder subtiel. Maar als het bijvoorbeeld over die verbrijzelde neus ging... Um, ik kreeg ook heel veel berichten van mensen met uh, lichaamse... Uh, met ver, verminking of, of met uh, uh, littekens of, of wat dan ook. Dat je zegt van, ja, kijk, uh, die kritiek is er. Maar het inspireert ook... Of het geeft ook heel veel mensen... Ja, moed. Moed. En je neemt eigenlijk een positie ja, in... ja. Ja, je... Je, je bent een soort van, niet een symbool, maar hoe moet ik dat zeggen? Er is zo, er is zo die heel, dat heel zot, de, de meesten van ons, want we waren toen altijd, altijd nog niet geboren, maar uh, HIV, AIDS, mm -hmm. dat, in de jaren 70, 80, dat werd volledig weggemoffeld. Dat werd volledig uh, naar die mensen werd gerefereerd alsof zijnde, dat waren tweede rangs, derde rangs burgers. En mm -hmm. ineens heeft Freddie Mercury van Queen, de zanger, uh, ook uh, HIV ineens verandert dat volledig ineens hm. is het zo van, ah wacht, iedereen dat is, dat is meer dan louter ja, ja, ja. die ja, mensen ja. In, de, in de marginaliteit en, en de reden waarom ik dat aanhaal is omdat je, omdat je of dat nu Freddie Mercury is of niet het feit dat je iets iets, en zeker niet in dit geval omdat je dat, niet, dat is geen vrijwillige keuze dat je ziek wordt maar je staat wel symbool voor iets, je geeft mensen die niet de kracht zouden misschien vinden om er zelf over te beginnen of een positie op in te nemen of het te tonen of het te bespreken geef je een, een, een excuus of een aanleiding om erover te beginnen. En dan kan ik me voorstellen, als je daar bijvoorbeeld over die de neus ging, dat er dan ineens mensen zijn die zeggen: Ah, wacht eens, zij voelt zich comfortabel om dat te delen, ook al is dat pijnlijk. Ik kan ineens ook iets delen waar ik zelf heel hard mee zit. Mm -hmm. ik, ik, dat geeft mij sterk sterkte om dat te doen. Ja. ja, dat is wel een beetje zo de, de bottom line waarom ik me niet wil laten tegenhouden door. Kritiek, zoals ik dat ik zeg het, van jongs af aan niet heb willen doen. Ik, um, ik vind dat belangrijk om gewoon... Allee, en ik kies die dingen ook niet. Hè. De dingen die mij overkomen, deel ik. En dat is niet zo dat ik op voor... Ah, ja, ik, kan, ik kan dat niet... Nee, want veel influencers hebben zo'n soort van... Um, ...vaste content en die weten wat ze volgende week gaan posten. En bij mij komt dat eigenlijk gewoon allemaal zo'n beetje ja, vanuit mijn leven... ...en vanuit mijn hart en vanuit mijn denken en vanuit mijn zijn. En gewoon als ik voel dat ik dat wil delen, dan ga ik dat delen. En, en als er mij iets overkomt, en dan... ja Ik vind het gewoon heel belangrijk dat... ...dat ik, dat ik trouw blijf aan mezelf en dat... Ik, de, ik verwerk die dingen op die manier, omdat delen is altijd al mijn... Mijn ja, passie is misschien... of mijn, ja, Door te delen, verwerk ik dingen. Dus al van heel jongs af aan, dat zou ik in die blog Schrijf ik, uh, maak ik foto's. Um, vroeger was dat dan Noxa. Uh, daarna werd dat dan... Uh... Wacht. Oh. <laughs> Oké, okay, ik wacht. Wil je het zelf lezen? <laughs> ik weet niet. Het staat aangeduid. Oké. Okay. Hij oh, nice. zei de komende, hij heeft dat hier gewoon afgeprint zelfs. <laughs> Oké, okay, ik zal het voorlezen. Ik vat nog even samen voor degenen die niet weten wat het uitgangspunt is van mijn social media. Al sinds ik dertien jaar was ben ik hooked. Ik deelde, ik deelde teksten van liedjes of schreef ze zelf en plaatste ze op Noxa, mijn uitlaatklep. Alles wat ik voelde, ventileerde ik op die manier. Toen kwam Facebook en heb ik waarschijnlijk veel vrienden geënterteend met mijn statussen. Instagram volgde. YouTube was next. Al zes jaar lang deel ik mijn leven online met vreemden. De ups en de downs, de raw en unfiltered, mezelf tonen, blootleggen, in tekst of op beeld. Ondertussen explicieter, eerlijker en oprechter dan ooit. Ik blijf het doen voor mezelf. Als ik ooit voel dat dit verandert, dan stop ik ermee. Dat ik er ondertussen heel wat mensen mee bereik, maakt het soms trickier. Ik stot vaak op controverse. Niet iedereen is ermee akkoord dat je zomaar alles online gooit. Maar als je een eerlijk beeld wil scheppen van wat het is als heel onperfecte, zoekende twintiger, dan kunnen het onmogelijk alleen maar mooie momenten zijn. Lachen, ontroostbaar huilen, op je bek gaan, weer recht krabbelen, het hoort er allemaal bij. We maken het allemaal mee. We delen het, niet al we delen het alleen niet allemaal. Dat hoeft ook niet. Maar ik wil graag losbreken van het idee dat we allemaal een leven leiden waarin de successen elkaar opvolgen. Ja. Dat is een goede samenvatting. Misschien moet ik gewoon blogpost beginnen voorlezen hier. <laughs> dat is goed samengevat. Het ja. is goed geschreven, hè? Ja, goeie. Ja. Um... Hoe groot is het risico dat je. Ja, gooi dat nou weg. In... Of ja, of vast, of laat het maar vallen. Um... Hoe groot is het risico dat je. Nee, de achtergrond is dat. Het probleem, het probleem bij heel die sociale media is altijd de mensen met de. de, de vaak met een negatieve houding of mening. die zijn vaak het meest. dat zijn meestal de meest luide mensen. Ja. Hoe, hoe groot. Eh, dan, je post iets, 5000 man ziet dat. Je krijgt 50 onnozele berichtjes. wat heel veel is als je die letterlijk één voor één in een mailbox krijgt. maar uiteindelijk is dat maar één op de honderd. Hè? Mm -hmm. Maar dat zijn dan vaak de meest luide mensen. Hoe, hoe groot is dan het risico dat je toch. U, dat wat je toont van je leven gaat uh, aftunen of gaat afstemmen op die 50 mensen? Op die 50 of op die ene? Nee, nee als bijvoorbeeld je post iets, 5000 man ziet dat, en ja. één op de, dus 50 daarop. Ja. Je, weet, je weet als ik de, vandaag iets post, ga, ga, krijg ik vijftig 50 of 100, of het maakt niet uit, berichten van dat kan toch niet, of waarom, of zo of zo. Hoe, hoe groot is dan het risico dat je uiteindelijk. Ja, minder dat mij... eerlijk zijn, of ja, dat je ja. daar, daarop begint af te stemmen. Wel, als ik altijd inderdaad daarom, ik vraag soms aan mijn vriendinnen wat vinden ervan als ik dat zou delen. En dan zeggen ze, zeggen ze soms net zoals met mijn outfit, zo van wat vinden van mijn outfit? Vraag ik ook vaak. En als ze dan zeggen ja, precies een noer, en ik kies toch om het te dragen, dan weet ik dat mensen zouden kunnen denken precies een noer. Dat is hetzelfde met die post. Ik vraag dat vaak. Om te zien wat hun reactie is, zodat ik weet wat zou de reactie kunnen zijn van andere mensen. Om dan in te calculeren wil, is dat iets waar ik mee wil omgaan of niet. Als ik het wil delen, zal ik het uiteindelijk al delen. Um, maar ik merk hetzelfde met, toen mijn haar afscheren en gewoon mijn goesting doen en zo al die dingen, en net gesterkt worden door die, dat pestgedrag. Wat mij pijn doet, is dat heel veel andere mensen zich laten leiden door de mening van anderen en dingen niet zouden delen uit angst. Ik merk dat er zoveel angst bestaat. En effectief, ja, ik... Op die moment dat die man dan... alleen maar een man noemen, ik voel mezelf altijd nog een meisje. En hij is dan een jongen, maar... Ja, we zijn nu al op een leeftijd gekomen. Dus dat die zegt dat wij dus die discussie hebben en dat er tranen vloeien... Ja, ja, omdat yeah, die stories. Ja, omdat die dus effectief even effe denkt van ja, ik weet niet of ik met iemand kan samen zijn die zo publiekelijk leeft en mm. als ik daar dan zelf niet achter sta of al mijn vrienden vinden dat eigenlijk zus of zo ja, dan dan denkt er wel even zo van ja, what the fuck Allee, ga ik nu echt iemand dat ik zo graag zie verliezen of de kans dat wij hè, dat, er iets, dat dat verandert tussen ons daardoor is het dat waard maar dan denk ik, ja, Laurentine, dat zal je zelfs niet mogen... Allee, dat zou... De, allee, dat zou echt heel tristig zijn als ik mezelf daardoor laat beïnvloeden, want ik heb dat op die manier, op die moment gepost en in de overtuiging van, dat is gewoon iets dat ik wil delen. En ik ben blij dat ik dan ook omringd ben door mensen die ondertussen misschien... Die vinden ook niet alles fantastisch wat ik deel, maar die kennen wel mijn normen en waarden die mij dan ook eventjes kunnen zeggen van kijk naar een tien bijvoorbeeld merel is daar ook heel goed in zo van Het zouden niet je vrienden zijn moesten ze met alles akkoord gaan nee nee inderdaad maar ze, ze kunnen mij dan wel zeggen van een tien dit is waarvoor waar jij wilt staan dit is wat jij wilt doen dit is je hele zijn dit is elke cel in je lichaam vindt dat is, is gewoon jij ja dus je kunt dat toch niet gaan veranderen voor iemand uh, dus uiteraard heb ik dat ook niet gedaan en dat is ook niet de bedoeling dat ik dat ooit ga doen, maar... Ja, de momenten dat je zo haat krijgt of zo, dan is dat wel vaak zo van... Wow, yeah. Oké, okay, en dan denk je daar... Je neemt dat mee en soms vind ik dat ook... vind dat vaak ook wel goed, omdat dat houdt je wakker en dat houdt je zo van alert in de zin van... Oké, okay. en ik zal nooit dingen posten gewoon om reactie uit te lokken, bijvoorbeeld... Hey, je hebt ook mensen die gewoon denken van ja kalm maar verder zo weten wel mm. dat is zeker niet mijn bedoeling ik post ook geen dingen om te shockeren. ik vind het soms chockerend dat mensen gechoqueerd zijn zoals bijvoorbeeld dat ik toen gepost had dat ik mijn maandstonden kreeg en dat ik geen onderbroek aan had wow wow, wow. alleen ja ik bedoel elk meisje krijgt elke maand haar maandstonden hè die vent dat daarop gereageerd heeft ik weet niet wat voor een vrouw dat die heeft thuis maar allee. geen waarschijnlijk jawel ah, jawel <laughs> ja, ja. Maar ik bedoel maar, dat zijn zo van die mensen... Allee, maar dat zijn dan in, dat, in die situaties mannen die precies denken dat wij vrouwen... Allee, ja, en dan denk ik van ja, allee, hoe kan dat nu dat dat nog zo'n taboe is of zo? Is het nodig dat ik deel dat ik mijn maansonde kreeg toen ik geen onderbroek aan had? Is het nodig dat ik deel dat ik uitzinnig gelukkig ben en dans in mijn badkamer? Is het nodig dat ik een foto deel van mijn gebroken neus? En het gaat nog even verder. Ja, uh. ja nee, dat is niet nodig. Maar dat is ook wel keert nodig. Dus wat gezegd vind ik wel. Wat gezegd, ik, 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 ben, ik probeer niet te shockeren, maar ik ben soms gechoqueerd door, door het feit dat mensen gechoqueerd zijn met wat ik post. Ik vind dat wel. Ik denk dat dat. In, in de mate dat je jezelf daaraan kunt herinneren, op de momenten dat je het ja. nodig hebt, is dat wel heel sterk, omdat je inderdaad. Dat is gelijk. Uh, als je op Instagram, uh, als vrouwen een paar keer te veel je tepel toont of zo, dan word je verbannen van Instagram bijvoorbeeld. Maar als je begot zegt dat je. Uh, ik vind nu ook wel een spe grappig specifiek voorbeeld, maar je maanstonden hebt zonder dat je ondergoed aan hebt. Op zich, als dat gaat om expliciet. Uh, uh, over het feit dat dat expliciet is, dat is beide expliciet. Dat is beide iets wat komt. Ja, 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 ja. Natuur, Of noem het gelijk ja. gewild. Uh, of een gebroken neus. Uh, het maakt zoveel nog niet uit wat het voorbeeld is. Maar dat je toch. Ja, en de mate dat dat toch je gedrag steunt, of dat je het stuurt, of dat je toch al denkt van oei, ga ik dit nu posten, omdat wie weet wat de reacties weer gaan zijn. En dan met die partner waar je net nog wel zei, het is natuurlijk nooit leuk om los, of dat nu hem of haar of iemand anders is, je wilt niet met iemand, met iemand samen zijn die uh, zelfs in de minste mate beschaamd is of zo voor u, of zich naar, naar ja. vrienden of, of familie beschaamd voelt, je... Natuurlijk kunnen er momenten zijn dat je ergens op een feestje of met vrienden bent of bij familie en dan ze zeg je maar wat heeft Laurentine of, of iemand anders nu weer gedaan of wat, wat heeft die persoon nu weer gezegd of, of, of uitgestoken? Maar goed, je wilt, nooit, je wilt toch nooit het gevoel hebben van die is beschaamd van wie ik ben of van wat ik doe? Nee. En er zal daar wel ergens een, een, een draad of een, een, een sorry, een, 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 een balans tussen zitten van inderdaad, sommige dingen moet je misschien wel opletten of twee keer bij nadenken. Maar van wil ik toch op elk moment uw story kunnen bekijken? Ja. Wil wilt jij toch op elk moment dat, dat uw vriend of, of wie dan ook naar uw story kijkt en niet, dat je niet denkt, zou nu uh, beschaamd zijn? Ofzo. Ja, voilà, dat, dat had ik dan wel soms. Dat ik op duur, maar ik... Wat dan vooral kwets is, omdat dat zo'n deel is van mij en als die u als die daar dan op. Afrekent of, of, of daardoor kiest om te zeggen: van, ja, Wow, ik weet niet. Ja, is gewoon super hard, omdat dat net zo hard is waar ik, wat ik wel belangrijk vind om te doen. En effectief omdat hij net, ik ken hem al heel lang, altijd degene is geweest die mij verdedigd heeft op dat vlak. Nee. Maar dan effectief, als je op het moment dat hij dan een soort van gezien wordt als je partner. Gaat, ja, beleefde hij dat dan toch anders. In die end hebben je dat wel. Ja, mm. Uitgesproken was dat ook geen issue meer op zich. Hij is ook niet mijn doelgroep. Dat weet hij ook wel. Um, en ik snap ook wel dat het vaak voor mensen die me echt goed kennen, die zullen net minder naar mijn stories kijken. Al bedoel mijn vrienden kijken niet naar mijn vlogs. die weten wel. Die kennen mij. Die weten mijn leven. Ik vertel dat. Die hebben niet. De nood om ook nog eens uh, drie uur Laurentin te krijgen in alle vrije tijd, ja, ook meer dan logisch, hè. Ik ja. <laughs> ja, ik verwacht ook niet van mijn vrienden dat die elke post gaan lezen, dat die, die zijn niet... Ja, die vind ik ook maar meer dan normaal, hè. Soms komen mensen naar mij toe, mijn ouders doen ook soms, en dan zeg je, ze, ja, sorry dat we al een tijdje niet meer geluisterd hebben, bijvoorbeeld. Dan, <laughs> ja. Maar dan denk ik, wow, als jij al zoveel geduld met mij hebt in het algemeen, ja, ja. ik verwacht voilà, echt ja. niet, want overlaat zei ja. ook iemand, ik heb nooit naar een van uw afleveringen geluisterd, en ik denk dat hij Jozef was. Ja, uh, ik bedoel, we zien elkaar, ja. ik bedoel, we zijn ja, ja. vriend. Jij moet echt niet alles. Jij kijkt ook niet naar zijn werk heel dag. Ja, he? Want, ja, ja inderdaad. Dus, ja. Het is niet omdat je iets in een, in, in een vorm van publiek domein doet, dat iedereen ook daarom uw dat, dat daarom vriendschap moet worden afgetoetst aan hoeveel je ook nog eens consumeert. Maar elkaar eet, ja. con van elkaar ja. consumeert, ja, effectief. Ja. 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 Je schreef wel dat, hè? dus je probeert die, die taboes uh, wat aan te halen of te bespreken. Uh, wat was het moeilijkste voor u om aan te halen of waar waar voel je het meeste weerstand toe of zet je het minste open over? Mm, ja, toch wel relaties denk ik, omdat daar altijd of dating of seks, omdat daar is altijd een andere persoon bij betrokken die misschien niet wilt betrokken worden. Um... Je kunt dus zo'n formuliertje geven hè? Zo, hier, hier tekenen voor zo'n heel het begin. Ja. Dit, dit kan mogelijk gedeeld worden. Ja. Also, before we go to bed. Um... Leg je op je nachtkastje. Zo'n ja, zo stapel papieren. Hey, zeg hey. jij. Oh, Wat denkt je wel van mij? Um, nee, um... nee dus dat is wel iets. Um... En ik, ik denk ook soms dan. Allee, ik denk dat niet. Ik ben heel zeker dat mannen wel afgeschrikt zijn door uh, dat hele gebeuren, omdat het a laat. Allee, weet je wel? Ja, ik snap dat ook. Maar ik ben ook wel laat. Dus ik heb zoiets van als je niet om kunt met mijn social media, dan kun je waarschijnlijk ook niet om met mij. <laughs> Allee, desondanks dat ik inderdaad zoals gezegd ook. Heel, ja, ik ben ook heel rustig en ik ben echt niet zo van oh look at me the whole time. Allee, ja, dat, dat niet, maar... Ja. Dus uh, dat vind ik wel uh, moeilijk, omdat dat dus, ja, ja, er zijn andere mensen mee betrokken. Dus als je dan je gevoelens deelt, ja dan. Of, of als je, ja, bijvoorbeeld over seks bestaat er ook echt zo nog een heel ja, taboe toch ook wel. Dat ik denk van, ik weet nog niet hoe ik dat juist ga doen, maar ik wil daar ook wel nog meer content rondbrengen. Um. Maar ik heb nog niet goed uit die dokter tof. Is het dan uh, seks als jonge vrouw? Seks, uh... Ja, gewoon in het algemeen. Hoe dat vrouwen dat ervaren. Wat, wat je meemaakt. Zo, een, een tof verhaal dat ik zou willen vertellen. Ik bedoel, <laughs> Zodat je denkt... Dat, oh, ja, dat moet leuk zijn om te Zoals Carrie in Sex and the City. Ja. Dat is toch fantastisch? Ik heb geen idee waar je over spreekt. Ah, ja, okay, ja. ja, Carrie van Sex and the City die heeft een, een column in een magazine en die schrijft dan over de mannen die ze deed. En af en toe gaat dat ook over seks, uiteraard. Is iets raar of iets leuk of iets spannend heeft meegemaakt, dan schreef die dat neer. En ja, dat is een, dat is een reeks hè? dat is een uh, serie. En daar zou je ook iets rond willen maken? Ja, nee, ja, zo inderdaad, zo'n soort van column. Maar ook andere mensen aan het woord laten, of dat het allemaal anoniem is en dat mensen niet weten welk verhaal dat van mij is. <laughs> um, maar nogthans ben ik daar eigenlijk wel vrij open over. Maar zo ja, ik zou ook niet zo goed weten onder een caption in mijn in post, in een foto en dan zo'n caption. Uh, ja, dat zal sowieso al zijn als het al een tijdje gebeurd is. Want ik, ga toch niet, ik, vind ook, ik zou het ook raar vinden om zo het weekend nadat je bijvoorbeeld iets een one night stand-up gaat of zo. En dat was echt een zot verhaal. Voordat dan het weekend, allez, zo die maandag erop even online te zwieren, ja, dat is misschien wel raar. Dus ik zou dat dan eerder zo een paar maanden later of zo in een column nu, willen schrijven of ik weet het niet hoe. Maar als je toestemming vraagt aan de andere persoon, is er toch. En als die, daar, als die het daarmee akkoord is? Ja, maar, ja, ja, dat is waar. Maar dan nog vind ik dat je eigenlijk vrij bent om dat wel te kunnen doen. Um, als je niet die naam vermeldt en als er niet... Hmm. de ik ja, op zich vind ik dat je dat sowieso kunt doen, maar... Het gaat dan ook vooral over jezelf, ja, dat mensen weten wat jij doet op dat vlak. Allee, ja, bedoel... Ja, nu klink ik misschien zo, ik weet niet wat, maar ik bedoel, gewoon... Ja, en ik denk dat er nog... Ik, toen ik naar Amsterdam ging, ja, ik ben op zich... Ja, het is ook te zien wie dat, met wie dat gepraat, Ik kan heel preut zijn tegenover bepaalde mensen en ik kan... Tegenover anderen is dat misschien van, wow, amai. Al ja, heel veel. Dus dat is altijd met te zien met wie dat je praat. Maar ik kwam in Amsterdam en dat was van: What the fuck gebeurt er hier allemaal? <laughs> ik ben echt een non of zo. Um, en dan zoveel van die verhalen, van die mensen, dat ik echt dacht van: oh, Het is jammer dat dat gewoon hier onderling blijft. dus Dat is zoiets waar ik nog mee zit. Dat ik denk van: oh, er moet zo, Dat zou tof zijn als er meer over. Dat mensen gewoon zo'n dingen kunnen lezen of kunnen... En een vriendin van mij, specifiek uit Amsterdam, die zegt echt zo, ja, dat slutshaming en dat mannen zoveel gewoon mogen doen wat ze willen, maar dat als vrouwen hetzelfde doen, dan zijn ze sletten. Allee, dat dat niet klopt en dat dat niet correct is. En dat is iets waar dat zij bijvoorbeeld heel graag iets zou, allee, dingen over zou willen brengen. Huh? Ik bedenkt denk na. Ik kan nog eens drinken dan. Ik heb er dorst van gekregen. Dat gaat hier wel vlotte. moest ik net nog denken. Um... Voelt u. Uh... Voelt u je vaak eenzaam? Nee, niet veel. Eigenlijk. Ik ben wel graag op mezelf. Dus in dat opzicht. Um, ik voel me wel soms. Um, ik ben bij een voetreflexologe geweest, niet zo heel lang geleden. En dat was wel heel verhelderend wat hij zei. Maar ik ga gewoon zeggen wat zij zei. Zij zei dat ik een oude ziel was. Wacht, wat doet hij dan? Die pakt je voeten vast. Ja, die pakt je voeten vast en die doet daar dingen mee. En dan. Maar wat. Die, ik... die te praten tegen maar, dat is... maar is dat gelijk. een... Ik wil er ook niet lachen over doen, maar ik heb daar nee, gewoon nee. geen ervaring mee. Maar is nee. iemand iemand die uw handpalmen leest? Oh, ja, waarschijnlijk. Ik weet dat dus ook niet. Of die kijkt naar uw kleine teen, of die kijkt naar uw voeten. Ja, soms kunnen die ook. Maar dat doet zij niet specifiek. Dan noemt dat misschien nog lichtelijk anders, of ik weet het niet. Misschien is daar nog een andere benaming voor. Maar. Ik dacht dat die inderdaad, bijvoorbeeld stel nu dat je rugpijnen hebt, heel veel dingen beginnen van... Ja, je voeten is waar je constant op loopt en veel dingen vertrekken vanuit je voetzolen. Dat die dan op bepaalde drukpunten gaat duwen om bepaalde pijnen te verlichten. Dat is ook een deel van wat die doen. Maar wat dat zij doen, is eigenlijk alleen maar een ja, soort van aanvoelen vanuit je voeten. Die zei heel veel dingen. Dat die, die kon dat niet weten van mij. Ook geen dingen die ik online heb gedeeld of zo. Dat die zei dat ik echt dacht van ja... Oké. Okay. This is freaky. Zoals? Um, ja, iets over mijn mama dat hij wist. En dan. Um, Het is echt wel vrij specifiek. Ja, zo echt dingen dat ik denk: van ja, dat kan die niet weten. Allee. En dan uh, zei hij dus van dat ik een, een oude ziel had en dat ik vooral niet moest zoeken naar iemand, naar een. Dat ik, dat ik niet moest verwachten dat ik iemand ging vinden die mij ging begrijpen, of dat ik niet iemand ging vinden dat, Ja, daar kwam het eigenlijk al zo op neer. Zo van, je moet niet gaan zoeken naar mensen die je begrijpen. Want je... Uh, ja, dat, ik kan het niet gewoon... Dat klinkt nu misschien ook zo raar, maar die bedoelde zo van... Je... Ja, als je iemand gaat zoeken die honderd procent begrijpt, dan ga je gaat dat niet vinden gewoon omdat je ja, anders bent. Maar ja, iedereen is anders. Maar dat was zo. Hoe dat hij dat zei, hoe hij dat, dat bracht naar mij, was zo heel. Ik ben er ook echt beginnen wenen, omdat ik zo dacht van, ah, oké, okay, dat is goed. Ja, misschien nu weet ik dat zo precies zo van. Ah ja, oké. Okay. Dat was zo'n geruststelling ergens. Terwijl dat misschien keiraar klinkt dat dat een geruststelling was, maar dat was zo van. Ja, die. die kon dat zo... op zo'n manier brengen dat ik wel begreep wat zij wil zeggen, maar ik kan het nu niet zo goed. Bevellen. Is die geruststelling dan, ik hoef niet perfect te zijn? Of is dat nog iets anders? Nee, nee, ze bedoelde echt een partner dat ik niet moest per se gaan zoeken naar iemand die mij zou begrijpen. Ja. Dat klinkt heel raar, eigenlijk, als ik het zo zeg. Maar ik kan het niet goed uitleggen. Misschien moeten die ook eens uitnodigen. Dan kan zij het vertellen. Maar uh, ja, nee. En die, ja, die zei nog heel veel dingen. Dat ik dacht van ja, oké. Okay. Um... En dat is, ja, is me dus bijgebleven. Maar dus eenzaam in de. Ik... ik heb wel altijd al veel aan mezelf gehad. En nu dat laatste jaar. Als je mee, als meer je werkt aan jezelf werkt, des te meer dat je ook echt kunt alleen zijn. Snap je? Ik denk mensen die, die altijd maar weglopen van hun eigen gevoelens en hun eigen gedachten. Die gaan dan vaak op zoek... Die gaan dan vaak in het weekend... Stel nu dat je echt een, vindt dat je een volle kutjob hebt en eigenlijk vindt je leven dus niet leuk. Wat doen die mensen vaak? In het weekend wegvluchten in alcohol, drugs, feesten of gewoon heel veel constant sociale prikkels opzoeken zodat je niet alleen moet zijn. Ik denk die mensen, als die ineens nu in die quarantaine terechtkwamen, dat dat echt hel moet geweest zijn. Die kunnen niet meer naar buiten, die kunnen niet meer wegvluchten van... En dat heb ik nu zeker het laatste jaar en een half echt enorm gedaan, zo bij mezelf zijn. En um, ik, vind, ik vind mezelf wel leuk om bij te zijn, snap je? Dus dat zorgt er dan ook voor, alleen niet, zeker niet altijd, hè, maar dat zorgt er dan ook wel voor dat je je minder eenzaam voelt, denk ik. Maar dat neemt niet weg dat ik uiteraard heel graag, zeker nu, je zou hebben dat mij iemand mij vastpakt en dat je geliefd wordt. En die tijd dat ik, die zes maanden dat ik aan het eten was met die persoon, euh, zeker als dat dan wegvalt, is dat een, een groot gemis eigenlijk. Dat je denkt van ja, allez, ik wou dat... Allez, dan voel je wel even terug eerder eenzaam omdat je daar even hebt gevoeld hoe dat was om mij iemand te zijn komt hij je weer zo zonder en dan is dat wel van ah ja, oké. Okay, ja. Maar dat is dan vooral ook zo dat fysieke, dat je ja, zo knuffelen en gewoon bij iemand zijn, dat is wel. Ja. <laughs> uh, yeah. Hoe belangrijk is een goed ochtendritueel? Good question. Uh, heel belangrijk. Ik vind. Um, dus ik probeerde dat tijdens Klaus Fashion ook al. Uh, ik heb ooit Miracle Morning gelezen. Die boek die jij hier ook hebt liggen. Um, ik ben een ochtendpersoon, hoe dan ook. Ik sta heel graag vroeg op. I love it. Er is niks beter dan de dag beginnen. En met Klaus Fashion was dat vooral. Bij Klaus Fashion was dat eigenlijk vooral opstaan en dan beginnen werken. Omdat nog niemand is stoort. De enige dagen of momenten dat dat ging, waren soms zondag. Want ja. Uh, Zondagsopeningen, dan was de winkel ook open. En in het weekend werkten sowieso de mensen op kantoor niet. Maar dan hadden op zaterdag wel nog de winkels. En dan het dus soms ook op zondag. Maar die zondag dat niemand werkte, of die ochtenden... Ochtenden, ja. <laughs> um, van, van vijf uur s morgens tot acht uur s morgens... Ja, dat is top, hè. Niemand stoort u. Niemand moet iets van u. Niemand wil iets van u. Oh, dat vond ik echt altijd zo fantastisch. En nu, ja, uiteraard nog altijd. En ik, ja, ik zag gewoon graag vroeg op, maar dat, tegen dat dan bijvoorbeeld tien uur, dus heb je precies al veel gedaan. En dat is echt gewoon machtig. Waardoor je nog meer goesting hebt om de dag verder, ja, ik weet niet, tot een goed einde te brengen. Ik vind, als je een dag goed start, dat brengt zoveel rust en zoveel motivatie... En um, ja, ik heb zowel ja, Tony Robbins en dan verschillende boeken over ochtendrituelen en ook zo blogs en al gewoon YouTube-video's doorheen de jaren gekeken. Maar wat er altijd terugkomt en wat ik nu dus doe, is eigenlijk opstaan. Ik doe, moet ik het echt eens helemaal zeggen? Dus ik sta op. Uh, nu is mijn uur 5 uur Ja dus 5:30 uur 30, maar ja, tijdens tijdens stond ik soms om 4 uur op of zo, omdat ik nog werk gedaan wou krijgen. Ja, maar wacht, nu voor alle duidelijkheid. Ja. Nu staat je vroeg op, volledig uit vrije keuze, het is niet die er in een winkel moet geopend Nee, 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 er is niks gebeuren per se, Oké. Okay. Nee, dus ik zou, um, nou, bijvoorbeeld vandaag, ben ik om vijf uur om opgestaan, op zondag. <laughs> is zijn freak. Mensen moeten echt denken van, oh my God, heeft hij geen leven of zo. Ik ben echt al tof, hè? Ik bedoel, ik ben echt niet zo een freak. Um, maar oké, okay, maar, maar je dus... moet wel bijna naar je bed. Ja, gobbie, <laughs> don't say that. Um, nee, dat we op tijd gaan slapen is nog een probleem. Maar vroeg opstaan heb ik geen probleem mee. Maar um, dus ik sta op. Het allerbelangrijkste dat ik als tip geef aan mensen is: drink direct een glas. Leg je wekker ver weg. Dat direct, moet opstaan. Ja, dus stel nu je slaapt ja, in je slaapkamer, hopelijk. laat je die gsm dan in je keuken of in je living, zodat je je echt moet rechtzetten om die af te zetten. Doe direct een glas, drink direct een glas water. Doe, smijt koud water in je gezicht. Maar dat doe ik eigenlijk niet per se nog. Um, maar ik doe, ja, jawel, eigenlijk doe ik dat wel, want ik ga dan mijn gezicht reinigen. Ik heb nu een heel uh, ritueel voor mijn gezicht ook. En dan maak ik thee. En dan ga ik naar mijn living. En dan lees ik een stukje uit een boek of in een magazine. Of zo vijf, à tien minuten of zo. Afhankelijk van de, de dag. Dan is mijn thee ook op. Dan, ja, de volgorde verschilt wel soms. Maar meestal doe ik dan yoga. Ten Minute Yoga with Cassandra. It's my friend. Ze weet het alleen niet. Alhoewel, ze weet het wel, want ik heb, dat ik heb die zo op mijn Instagram zo getagd. Cassandra, hé, ze, ze, mijn vriendin, ze weet het alleen niet. Dat is een Belgische? Nee, dat is een nee, nee, Amerikaanse. Ik ken alleen uh, Adrian. Ah, ja, ja. ja, die is wel gekend. Ja, die moet ik nog eens checken. En dan heeft hij gereageerd op die story. En die zei zo, ja, ik versta niet wat er staat. En ik zo, ja, ik zeg dat je mijn vriendin bent, dat je het alleen niet weet. Maar ja, nu weet je het <laughs> dat was zo grappig en die vandaag hilarisch. Dus ja, nu ben ik nog meer fan. Um, maar dus, Cassandra is dus mijn ochtend, dus 10 minuten yoga. En ik snap dat heel veel mensen denken: ah, oh, yoga is niks voor mij. En yoga. Uh, maar echt eens, als je daar één keer mee begint, dat is zo fantastisch. Allee, en ik kan dat ook niet of zo. Hè. Ik doe maar gewoon wat mee. En dat is zo heel toegankelijk bij haar. En. Als ik bijvoorbeeld s avonds yoga doe, dan is dat yin-yoga. En dat is echt gewoon bepaalde poses lang aanhouden. En dat is super voor eigenlijk uw lichaam na een dag of voor uw dag te starten wakker te maken. Dan um, en dan um, mediteer ik. Dat is ook iets waar ik al heel veel mee gestruggeld heb. En dat ik nog altijd niet 100% onder de uh, knie heb. Maar nu heb ik een soort van combinatie gevonden. Dat ik mediteer en tegelijkertijd affirmeer. Op het einde visualiseer. Dus affirmeren is dat je eigenlijk iets zegt tegen jezelf. Zoals bijvoorbeeld: uh, I am calm and centered of zo. Maar hetgeen dat ik nu me echt ga op dediceren, de is: uh, Ik ben een boek aan het lezen, maar ik weet de titel niet. d één van I Love Myself. Weet jij de titel? Uh, love Yourself Like Your Life Depends on It. Van Kamal Ravikant. Thanks, Kobe. Dus die een boek ben ik aan het lezen. De en... hardcover, de nieuwe versie. Ja, die ik kan die nog uitlenen ja iemand die mij die opgestuurd en dat is zo fantastisch want dat heeft nu al mijn leven veranderd dus ik affirmeer nu terwijl ik gewoon heel rustig in en uitadem probeer ik met de focus op I love myself I love myself dus je I door love de dag myself of enkel in je ik op, doe dat ook door, doorheen de dag dus als ik nu ga wandelen met Lou en ik heb geen muziek of ik ben aan het afwassen of ik zit op de c of gewoon momenten dat dat opkomt in mijn hoofd dan begin ik dat te zeggen tegen mezelf I love myself I love myself I love myself omdat blijkbaar uw hersenen maken dus een soort van kronkel alleen dat duurt een tijd maar dat is de meer dat je dat tegen jezelf herhaalt, Sterker dat die groef wordt, letterlijk, in je hersenen. Alleen, zeggen ze toch dat dat letterlijk is. Schiet me niet, of als het niet waar is, maar... Um... Voor de mensen die uh, denken... Hm, zoek eens op YouTube Jim Carrey 10 million Oprah en uh, je gaat iets heel sterk zien. Ah, ja, okay. Dat is alles wat ik ervan wil zeggen. Oké, okay, ja. ik ga dat zelf dan ook eens checken. Maar dus... Um, omdat... Nou, daarvoor deed ik gewoon elke, elke keer een andere affirmatie, maar... Ik heb zoiets van ja, dat kan dan toch niet echt 100% doordringen. En nu dat ik die I love myself doe, begin ik zo wel een soort van verschil te merken. En in die boek staat dan ook dat je vaak zo de vraag moet stellen. Ik deed dat al kind of, maar op een andere manier. Maar zo de vraag stellen, die is wel heel krachtig. Van als ik mezelf graag zie, is dit dan wat ik nu ga doen? Of is dit nu de juiste beslissing? Dat kan dan bijvoorbeeld met dat emo eating zijn waar ik deze week over gepost heb. Is dat op die moment de juiste beslissing voor jezelf? Als je echt jezelf graag zie. Brengt het dan op dat je een hele pak koekjes en een menageriepot pot naar binnen gaat werken? Nee. Dus als je dan daar even bij stil zat, zou je mogelijkst de keuze kunnen maken om dat dan toch niet te doen. Zag dus je de volgende dag niet misselijk zitten. <laughs> um, maar oké, okay, dus daar. Um, ik moet zeggen, ik heb dan aan deze week eens in de spiegel, spiegel gedaan, zoals ze ook in een boek zouden schrijven. En. Oh, vroeger vond ik zo van die mensen echt zo van oh my god allee ik stond daar wel voor open maar toch dacht ik altijd zo beetje zo van dat gaat te ver wacht dat je in de spiegel staat dat je in de spiegel ik... en dat Gaal je zegt I love myself I love myself en deze week deed ik dat <laughs> ja trouwens moest ik blijven uh, maar zo blijten van geluk zo, dat ik het zo precies ook echt geloofde ik had echt oogcontact met mijn eigen en ik weet nog een jaar geleden in Bali heb ik ook een boek gelezen waarin dat stond om dat te doen in de spiegel zo zeggen tegen jezelf van oké okay, kijk ik zie mijn eigen graag en dan heb je dat nooit niet gedaan. En ik was er deze week met Kelly over bezig, die kent jij ook, hè? Zo dat je boeken honderd keer kunt lezen, maar dat dat dan misschien in honderd en keer eindelijk echt tot je doordringt. Of dat dat dan op het moment komt dat je het nodig hebt, en dat je het, of dat je het er klaar voor zet, of dat je er open voor staat om dat toe te laten en dan toe te passen. En dat had ik dus nu met dat in de spiegel tegen mezelf te zeggen. Dat vond ik wel een soort van openbaring. Uh, we zijn er nog niet, maar... Allee, Allee, ik vind dat nu wel iets goed om mij daar echt volledig op te dedicaten. Van oké, okay, de affirmatie is I love myself. Want daar begint en eindigt alles. Dat heb ik ook gewoon het laatste jaar ondervonden. Als je handelt vanuit jezelf, graag zien, dan neem je echt andere beslissingen. Um, maar dus, oké, okay, dan affirmeer ik en dan um, adem ik verder in en uit gewoon. Want ik vind zo luisteren naar zo'n stem... Oh, ik ben echt snel weg. Ik denk dan zo... Ah, ah, ah. Oh, die Lucas straks te geven. Oh, speed. Uh, naar Joske sturen, dat ik... Je uh... weet wel, dus ik ben... Nee, okay. Heb je die Joske noemt? Nee, dat verzonnen. Maar ik bedoel, je zei snel ergens anders met je gedachten. En als je focust op één ding, vind ik vind dat wel voor mezelf, maar iedereen is daar anders in, beter. En dan dat visualiseer, dan probeer ik zo aan mijn dag te overlopen... Um, maar ik wil ook echt zo'n vision board maken en meer daarop visualiseren. Van oké, okay, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? Maar nu doe ik dat meestal gewoon van oké, okay, kijk. Ik ga me vandaag focussen op één ding tegelijkertijd. Ik ga dat doen, dat gaat goed gaan. Ik ga dat doen, dat gaat zo lopen. Allee, dus dan overloop ik dat zo in mijn hoofd. En dan uh, schrijf ik nog in een uh, dagboek. Journaling noemen ze dat dan. En, um, en dan ga ik meestal mijn Liluna buiten en dan. Daarna ontbijt ik. En dat is het dan. Hè. Maar in de Miracle Morning, wacht is het eigenlijk de Lifesavers. Dus dat is S is Silence. Dus dat is mediteren. De A is Affirmeren. De V is Visualiseren. De E is Exercise. Dus dat is bij mij dan die Yoga. Maar dan ga ik meestal ook nog sporten. Hè. Dus nadat ik mijn ontbijt heb gedaan of voordat ik mijn ontbijt heb gedaan. De R is Reading. En de S is Scribble. Dus dat is schrijven. En voilà. Ja. Dus uh, ja, dat is dan het ochtendritueel. Maar ja, ik, ik voel me echt een ander mens als ik, dat, als ik dat echt goed doe en ik kan weer staan aan de drang om mijn vliegtuigmodus niet af te zetten. Dat is pure bliss. Dat meen ik echt. Goh. En als je dan inderdaad nog gaat lopen buiten en de zon schijnt en de vogels fluiten, dan denk je echt, ja oké, okay, het leven kan echt niet beter zijn dan dit. Ja. Je zit zo grappig naar mij te kijken. Zeg die iets Heb je een uh, avondritueel? Ja, daar heb ik dus nog moeilijker mee. Maar het avondritueel zou eigenlijk ook yoga zijn en een beetje een moment van stilte in de zin van ja, mediteren, rustig, rustig gewoon zijn, een theetje drinken of zo, nog lezen in de ideale wereld en dan slapen. En als ik dat doe, dan zie ik ook echt dat ik veel beter geslapen heb op mijn horloge. <laughs> ja, dat is zat. Um, Dus dat zal dan yoga, mediteren en lezen, zowel iets dat ik dan probeer te doen dat ik echt een goede dag heb. Allee, ik bedoel, als ik de tijd heb. Want soms is een goede dag net zo tof dat je laat thuis zitten en dat je denkt: ja, nu ga ik niet nog bij uh, die mat gaan zitten. Terwijl eigenlijk zou dat dan weer beter wel doen, maar de uren slaap zijn ook belangrijk. Dus ja, it's a struggle. <laughs> oh. Hoe is dat anderhalf jaar sinds je je zaak hebt overgelaten? Hoe, hoe kijkt je daarnaar? Goh. A whole lot of ups and a whole lot of downs. Ja, dat is echt... Um, nee, ik, uh, ja, zoals ik zei daarnet, ik dacht dat ik ineens rust ging vinden of zo. Die rust was echt ver te zoeken. En... Um, zo ben ik bijvoorbeeld naar Amsterdam gaan wonen, even. En dat vond ik echt... Ik bedoel, dat was uh, een droom van mij... Al zo lang. En ik dacht, als ik, als ik naar daar ga... Ik wou eigenlijk allemaal dingen doen dat ik nooit had kunnen doen met Clash Fashion. Zoals naar Bali gaan een maand. Uh, twee, drie weken naar Bangkok, naar een vriendin die daar woonde. Gewoon, hup, weg. En daarmee... Allee, bij haar zijn gewoon en dat kunnen doen zonder dat er mensen dingen van u verwachten ondertussen. Ja, dat was fantastisch. Ja, Amsterdam was ook iets dat op mijn lijstje stond. Um, dus ik ben daar twee maanden gaan wonen en ik dacht, oké, okay, als ik daar ga wonen moet ik ook iets doen dat ik nog nooit gedaan heb dat was horeca, want als iedereen studentenjob gezat en als iedereen ik heb wel dat assessorwerk gedaan, maar zo ik weet niet, dat was een soort van deel van mijn leven toch wel ergens dat ik gemist had zo dat ja, ook wel zo dat Allee, ik heb altijd wel uitgegaan en maar zo op een manier, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik vind wel... Allee, ik heb dat niet gemist, want ik heb andere dingen gedaan. Maar was wel zo vijf jaar dat andere mensen... Dat het gemiddelde 20 tot 25-jarige anders beleefd dan dat ik dat beleefd heb. Hè. En uh, ik heb mijn, mijn ex-vriend, uh, zijn oma... Kom ik, allee, ga ik nog altijd bij haar bezoek. En die... die ja, dat ze ook een van de eerste dag gebeld heb om dat tegen te zeggen, dat ik, niet meer wat, dat ik wou stoppen. En die zei... En ik zei van... Ja, maar ja, allee, ja ik weet niet meer wat ik zei, maar zij zei zo van... Maar meisje, jij hebt dingen gedaan dat andere mensen nog niet gedaan hebben op mijn leeftijd. En, en daar heb ik ook wel altijd zo'n touw om daar zo wat rust in te vinden. Van oké, okay, kijk, ik moet nu mezelf even niet bewijzen. Ik moet even niet... Ik heb echt al genoeg gedaan. Dus ik kwam die... Dus ik wou dus naar Amsterdam en... Um, ik ben dan in Horika daar gaan werken, uh, drie avonden per week, soms vier. Uh, in, een, in een restaurant, café, danscafé. Het uh, was fantastisch. Maar ik heb daar ook echt heel veel momenten nog last gehad. En eigenlijk gewoon over heel het jaar van ja, dat soort burn-out. Zodat in de zetel liggen en levensloos zijn of zo. Was dat zelfs naar Amsterdam gaan? Was dat weglopen van iets? Meer dan... Nee, nee je... dat zeker niet. Uh, weglopen was dat niet. Maar het was meer. Alleen nu kijk ik daarop terug en denk ik: van, oh, en tien het toch. Ik had daar echt nog meer van kunnen genieten. Maar ik ging naar daar en ik ging zo: van, oh, en ik kan keihard veel content maken. En Hoe lang is dit jaar en... geweest? Een half jaar. Nee, nee twee maanden maar. Ah, oké. Okay. Uh... Twee maanden is ook niet lang om ergens echt. Nee, nee, zeker. Nee. Maar ja, ja, ik heb in de zomer dan ook nog die pop-up winkel gedaan. Dat weet jij misschien wel niet. Maar dus ik heb die poppenwinkel van Klaas Fashion. Um, 2019, vorig ja, jaar. Ja, vorig zomer heb je dat nog gedaan. Uh, dus in eigen beheer. Dus ik, ik kocht dan kleren aan van de Klaas Fashion collectie, aangevuld met kleren van die groothandel, zoals ik dat mm. altijd al deed. En dan de gedeelte was dan ook open. En um, ja, daarom kon ik ook niet langer naar Amsterdam, omdat dat dan terug begon. Um, maar wat wil ik nu eigenlijk zeggen over Amsterdam? Ja, gewoon, dat, dat, dat was echt een heel goede tijd. En ik rekende echt als tijd van mijn leven, al ik bedoel, eh, of, of, of een van de beste tijden van mijn leven. Super veel, ja, gewoon. Dat was echt gewoon kei tof. Maar ik, ook daar had ik echt nog altijd wel heel veel struggles met mezelf. Gewoon. Terwijl ik altijd zo precies dacht: van als ik dat ga doen, ja, bedoel. Dat wil ik toch keihard graag. Je zit daar dan en dan toch precies niet 100% ervan kunnen genieten. Op veel momenten. En nu, het laatste half jaar, negen maanden zal het nu misschien al zijn. Heb ik al zo'n soort van switch gemaakt in zelfzorg en dat soort dingen. Dat ik ervoor ook wel al deed, maar toch niet op de manier dat ik dat dan. Ik weet niet, op een gegeven dag heb ik zo, op een gegeven moment heb ik gewoon gewoon gezegd, oké, okay, nu, nu, is het klaar. En het was uiteraard niet ineens over of klaar. Maar die dag heb ik wel beslist van, oké, okay, nu ga ik alleen nog maar in de goede richting vooruit, door echt dingen te doen die goed zijn voor mij en me daar ook niet schuldig over te voelen en, en zo, ja, stap voor stap. Of zit ik nu aan die 70 procent? <laughs> Zo kijken. Waar vult je u vandaag de dagen mee? Behalve opstaan om vijf uur, Ja. Um, en ontbijten om zeven uur. Ja, um, de dingen waar ik echt aan probeer vast te houden, is, is, is uh, dus die zelfzorg, en steeds meer te verdiepen in alle aspecten van gezondheid, omdat gezondheid is zo'n ruim begrip waaruit dat volgens mij heel veel geluk voortkomt en ja is wat. maar uh, dat was ook niet echt de vraag maar dus da daar daar ik me wel mee bezig gewoon. ik ben heel, heel intensief beginnen sporten ik doe dat super graag. Um, en qua, qua eten en dan ik zeg het qua slapen andere gewoontes probeer ik gewoon heel veel allee, heb ik heel veel dingen uh, geswitcht maar daarnaast, en daaruit is eigenlijk ook mijn nieuw project voortgekomen, dat ik wil opzetten, maar waar ik nog niet te veel over wil vertellen. Um, en met dus daar vul ik nu mijn uh, dagen mee, maar ik heb uh, als social media consultant gewerkt uh, voor verschillende bedrijven het laatste jaar, en dan als uh, influencer, uh, het lelijkste woord van de wereld, maar um, dus daar heb ik mij mee bezig gehouden wel. Uh, Hoe werkt een influencer? hoe werkt dat? Nee, hoe werkt een influencer? Ah, ja, door elke dag van alles te posten. <laughs> dat is het werk van een influencer, hè? Afhankelijk van wat die content dan ook is. Bij mij is dat gewoon mijn dagelijks leven. Maar als ik dat nu vijf maand niet doe, ja, dan ga ik ook geen samenwerkingen hebben, hè? Uh, ik dacht dat het woord influencer per definitie betekent dat je betaald wordt. Om iets te posten. Ah, nee, nee. Je bedoelt dat echt gewoon een, het opbouwen van je personal brand of zo dan. Ja, tuurlijk, dat is toch. Ja, ja. Want ja, dat is zo vaak het ding van ja, dat is wel gemakkelijk. 750 euro voor zo'n post. Ah, dat, ja, dat kan ik ook. En allee, of zo van dat is makkelijk zo. En dan zeg ik, ah ja, dat is goed. Deelt je maar eens vijf jaar je leven, of zoals bijvoorbeeld Nathalie van den Berg, die hier ook in de straat woont, maak maar eens wekelijks twee filmpjes, tien foto's. Uh, smijt u op TikTok, zorg dat je overal de mensen entertaint. Go for it. En zeg dan nog eens dat dat gemakkelijk is. Mm, een job gelijk een ander. Ja. Maar je bedoelt dus dat als je het over influencer hebt, influencer hebt dat dat iets is waar je gewoon. Um, waar je bewust mee bezig bent. Dat is ik post regelmatig, ik deel bepaalde dingen. Omdat ja, ik, ik, ja. ik dat opbouw. Ja, ik ben een slecht influencer op dat vlak, ik doe dat veel te weinig. Ik wil daar nu wel aan werken, omdat ik dat ook wel merk dat ik er dus blijf. Allee, ja, ik, ik merk dat al heel lang. Ik word er uiteraard blijven. Maar in sommige periodes van die burn-out, of wat het dan ook was, heb ik ook wel echt momenten gehad dat ik gewoon niet. dat ik verlamd was, zelfs in dat deel van mij. Dat vond ik heel erg. Want dat zijn net de momenten dat ik. dat is net hetgeen wat ik heel graag doe. En zelfs daar gaat dat niet. Hmm. En sommige mensen zeggen dan van ja, dat is toch logisch, ja, want ja, misschien is het net daarom dat je een burn-out hebt. Maar dat, dat is het wel echt niet. Dat is net een van de dingen die ik heel graag doe. Kunt je te veel bereik hebben? Um, nee, ik weet niet. Ik denk dat ze meer mensen dat gebruiken. Als je een goede boodschap hebt, des te beter. Maar um, ik kan nog iets zeggen. Maar uh, ja, wat ik wel veel van het begrip influencer, als ik daar even iets over mag zeggen. Is dat ik wel... I... Allee, het, is erg... het is echt jammer dat dat begrip zo verneukt is. En dat vroeger was een influencer iemand met een boodschap of iemand die iets deed, waarvoor hij dan werd geapprecieerd of, of die, 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 die met een soort van artform, uh, ener wat het dan ook was, bracht hij naar buiten. Hmm. En dat was niet via social media. Hè. Dat waren popsterren, dat waren... Ja, ja, Martin Luther King was een influencer. Allee, ik bedoel, mm. hè, dat waren mensen die stonden voor iets, die deden iets, die zeiden iets, die, die brachten iets, die, die, die maakten een verschil. Dat waren influencers. En nu zijn influencers gewoon mensen die zichzelf uh, online zetten en volgers kopen en uh, fake likes. en Dan kunnen een influencer zijn, bij wijze van spreken. Als je dan nog een PR-bureau zo zot krijgt, dat die dat geloven, ja, dan zullen ze nog eh, gratis dingen opgestuurd krijgen en jonge meisjes deze dagen groeien op en willen geen actrice of zangeres worden, maar die willen influencer worden. Maar dat breekt mijn hart, want als je influencer wilt worden, wat die daar dan onder verstaan, is dus gewoon foto's maken, voor foto's te maken om dan in de hoop dat je gratis dingen gaat krijgen, want ja, dat lijkt dan zo de ultieme goal. En dan denk ik van ja, nee, allee, dat is echt niet waar het over zou mogen gaan. Dat, dat, je... Ja, influencers zou een gevolg zijn van wie je bent. Van wie je bent, wat je, je, je doet, omdat je bijvoorbeeld fotografie kei tof ja. vindt. Omdat je fashion kei tof vindt. Hmm. En ik vind niks mis met profielen die on the surface blijven, in de zin dat die alleen maar fashion delen bijvoorbeeld. Of alleen maar lego blokken. Of alleen maar, kijk, ik volg zo'n gast, ik vind die geniaal, die, die breidt truien. Mm, mm, bijvoorbeeld, de, 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 uh, stel nu dat hij in Parijs de Eiffeltoren, ja, dan breidt hij de Eiffeltoren op een trui. Allee, ja, hè, dan, mm. En dan gaat hij op die plek staan, met, van die, allee, hè, wat er dus op zijn trui staat die gaat er dan voor staan. En dat is hilarisch. En Jens heeft nu echt al heel veel volgers. En die, en die is ook zo cute, maar die is gewoon, allee, je snap je? Ik vond die Average Rob altijd heel grappig. Ja, bro, ja, Average Rob. toen hij daarmee yes. begon met zijn stomme Photoshops, ik vond dat ja Ja, ja zo voilà. Ontwaas, maar zo grappig. Ja, voilà. Dus dat zijn mensen die gewoon ofwel deelden leven ofwel deelden de, een kunstvorm ofwel is dat fashion. Dat, fashion kan zeker ook. Hè? Maar het probleem is nu gewoon dat mensen dat gewoon doen omdat ze denken dat dat dan een soort van uh, iets gaat uh, verschaffen in de zin van ja, gratis dingen of volgers of, 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 of aanzien. of Ik weet het niet wat ze denken dat daaruit voorkomt. Maar je merkt gewoon dat om een duur lijken al die profielen ook gewoon op elkaar. Allee, bedoel, dat ziet er allemaal Dank hetzelfde ook. uit. Dat hangt ook vanavond. Het is... Op sommige vlakken misschien ook gewoon makkelijker. Hè? Als je een schoon gezicht hebt of een schoon gehad of, of het maakt niet uit en, en daarmee wilt je naar buiten komen. Of wat je net zegt... Zoiets bijvoorbeeld is gewoon gemakkelijker, omdat dat. Ja, allez, zo, dat is hoe dat ik naar veel, veel grote Instagram-pagina's kijk. Maar als je dan uh, probeert echt iets in de wereld te zetten. Je, je maakt iets of je staat voor iets en, en het feit dat je daardoor. Als influencer beschouwd wordt, ja, dan is dat gevolg van iets, iets wat dieper ligt, wat fundamenteeler is. En niet louter iets wat, ja, gewoon wat, wat, wat kliks of likes oplevert, zonder nee, dat er ja, eigenlijk iets substantief ja. achter zit. Mm -hmm. Ja, dat is exact wat ik bedoel. Was dat exact wat je bedoelde? Ja. <lacht> <lacht> het is goed geluisterd komen. Wauw. <laughs> um, hoe ziet de toekomst eruit? rooskleurig, Want roos is mijn favoriete kleur. Um, de toekomst. Ik heb van mensen gehoord dat je heel veel roze je thuis hebt. Ja, dat is correct. Als in quasi alles. Ja, dat is correct. Ik heb heel veel roos. Um... Heb je Lilo ook niet eens roos geverfd? Nee, nog nooit. Mijn, haar, mijn eigen haar wel, maar dat van mijn hond nog nooit. Um... Maar ja, dus, uh, ja roos is dus inderdaad de kleur van mijn leven. Maar um, de toekomst hoop ik dat ik ga kunnen doen wat ik graag doe, zonder mezelf daar zo in te verliezen dat ik mezelf weer verlies. Dus dat is eigenlijk zo wel, uh, nu mijn next thing. Dus ik merk dat ik soms gefrustreerd ben dat het niet allemaal uh, sneller gaat wat ik wil. Maar dat komt omdat ik echt bij mezelf wil blijven en mezelf op de eerste plaats wil zetten, omdat ik gewoon echt weet van, als het daar fout gaat, dan, ja, ik, ik voel ook nog heel hard dat ik daar echt op moet blijven, ik moet daar echt aan blijven vasthouden aan die goede gewoontes die ik heb opgebouwd. Aan, aan, aan. Dat zijn kleine dingen, hè? maar als ik gegeten heb, mijn afwas, alleen mijn bord in de afwas zetten. En, en ja, ik heb geen afwasmachine, echt. Fuck my fucking life. Dus ik moet altijd nog een afwas doen. Maar dus hé, direct mijn bordje afspoelen, bijvoorbeeld. In die tijden van burn-out, ik heb daar foto's van. Hè? Dat ik echt <laughs> iets met mijn volgcamera dacht van: ik moet hier eigenlijk eens foto's van maken, want dit is zo erg. Ik leefde ook echt, ik was nooit thuis. Ik kwam gewoon binnen-buiten. Ik had nooit de energie, ik had niet de energie om ja gewoon niks mijn huis was een puinhoop ik was een puinhoop ik ik, ik lag in een bed vol kleren ging ik gewoon slapen Als ja, was dat ik op die kleren sliep ik, ik had geen energie om die weg te hangen dat was gewoon snap je? dus naar zo die dingen dat probeer ik mij nu aan vast te houden dat is, dat in, in alle aspecten van mijn leven zijn dat hele kleine dingen die ik nu doe die ik toen niet kon waar ik nu zo fier op ben dat ik die wel doe um, Maar dus ja ook in die zelfzorg en zo al die dingen van um, op tijd voelen van, oké, okay, kijk, een vriendin vraagt voor vanavond, bijvoorbeeld, nu, zelfs nu, hè, en die, en die ja, ja, nu zijn we al niet meer echt in quarantaine, maar, ja, wel en nee, maar, oké, okay, het is al iets versoepeld, maar als ze mij vroegen van, ja, voor vanavond, hey, ga vanavond wandelen? En als ik voelde van, nee, allee, dat, kon dan, dat kan dan soms wel stom lijken, maar als ik dan die dag overprikkeld ben door eender wat, dat ik mezelf heb te ver laten gaan en nadenken, of pikken, of op social media zitten, scrollen, bijvoorbeeld, want dat werkt dan vaak wel toch vast voor mij en voor veel mensen. Dus ik post veel, maar ik probeer minder te consumeren. <laughs> um, maar uh, dat ik dan wel. Ook nu, vroeger zag ik, ik zei altijd op alles ja. Nu zou ik echt. Zeker tegen mijn goede vrienden, vind ik dat ik dat kan. Zo van ja, nee weten, je ik heb, heb eigenlijk wel nood aan een avond alleen. <laughs> dat kan dan zijn dat ik ervoor ook drie avonden alleen gezeten heb. En toch heb ik een vierde avond nood aan alleen zijn. En ik wil dat niet meer. Um, ik wil dat wel vasthouden allemaal, zodat ik... En ook als alles... Want dat zeg ik deze week ook tegen iemand. Je hebt vaak, als je zo aan een high bent, van oké, okay, alles gaat goed. En stel nu dat ik met dat nieuwe project begin en dat loopt en dat is tof. En dat... Dan zijn je al snel geneigd om te zeggen... Oh, vandaag ga ik niet sporten, want ik wil liever werken aan mijn project. Of oh, deze week heb ik eigenlijk geen ene avond voor mezelf gehad. Maar ja... Maar, en dan komt er een week bij en dan nog een week. En dan op een gegeven moment gaat dat weer zo, allee, dat weet ik van mezelf gewoon, dat ik weer ga crashen in de zin van. Dus ik moet mezelf behoeden van, voor mezelf eigenlijk. Dus ik moet echt vasthouden aan die dingen dat ik weet dat goed zijn voor mij: sporten, genoeg water drinken, slaap. Ja, klinkt stom hè, maar het is zo. Hoe oud voelt je? Um. 23? Nee, um, dat weet ik niet. Ja, gewoon mijn eigen leeftijd, denk ik. Ik zal wel liever terug nog wat jonger zijn, maar ja, kijk. Ik vind het precies dat ik al zo oud ben. Ik word 28 dit jaar. Ja. 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 Laurentien. Uh, is er nog iets waar we moeten aanhalen? Nee, niet per se. Ik had ook zelf niet echt bedacht wat ik wil zeggen. Hoe bedoel je? Ja, ik had niet nagedacht van, oh, dat, dat wil ik zeker zeggen. Ah zo, ja. Oké, okay, dan... Uh, dat is makkelijk. Um, je, dus ja, ik wou vragen, heb je alles gezegd wat je wou zeggen? Maar... Ja. Ja. Toch wel, denk ik. Oké. Okay. Oké. Um, Waar kunnen mensen u volgen? Op Instagram. Gewoon at Laurentien. En op alle andere social kanalen vind je mij ook op mijn eigen naam. Hoe spreek je volledige naam uit? Laurentien van Landegem. Of Laurentien van Landegem. Laurentien. Kies maar hoe dat je het zelf wilt zeggen. Oké. Okay, dan uh, bij deze. Merci om uh, helemaal tot hier te komen. Oh, het was verder. <laughs> Ik heb vijf stappen gezet. Dat is echt letterlijk. We wonen bij elkaar in de straat. Neighbors. Gelukkig kunnen we elkaar net niet zien door de ruit. Want anders zou Kobe waarschijnlijk elke morgen willen zwaaien met mij. Eh? Sorry. Dat was ook een vettig glaasje. Ja. Maar ik zie ons wel uit de ruit van elke ochtend. zo. Maar er staan bomen voor, dus dat gaat niet. Ja, en ik sta niet om vijf uur op. Nee, ik ook al niet. Nee. No way. Um... Nee, goed. Uh, ik vond het uh, heel aangenaam. Ik ook. <laughs> Echt waar. Dan uh, wens ik u... Uh, Een goede nachtrust. Ja. En uh, doe het goed in de toekomst met uh, die projecten die eraan komen. Dan moet je nog maar eens komen vertellen hoe dat daarmee gaat. Uh, ja, dat en in welke mate je uw uh, ochtend-avondroutine... Past Inderdaad. Goed. Thanks. Merci, komen. Merci, Laurentien. <laughs> bye bye. Duy. <Doei. laughs>